Sectie 1 van Hooge Troeven door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 1. Het was zeer vroeg in de morgen te Paxos. In de roze morgenmist schemerde heel in de verte de blauwige silhouet der bergkammen van Epirus en van het hoge punt der villa glooiden zacht naar omlaag de valleien der stoere olijven, heersers van het eiland. Het was zeer vroeg, 6 uur, de villa scheen verlaten, zich vierkant breed uitbreidende met lange zuilengalerijen waar tussen beelden stonden en palmen. En in de verlatenheid van het vroege uur was het vreemd het jonge meisje te zien dat er leunde tegen een der monumentale leeuwen en staarde over de roze schemerende zee uit. Zij was misschien 1, 22. Zij scheen heel teer in het roze morgenlicht als eene statue van albast tussen die andere beelden van zwaar marmer of brons, en het was of zij geheel in het wit juist levend was geworden, zich bijna onmerkbaar aan bezielende in de Griekse dageraad. Onbewegelijk leunde zij, hare ogen over de zee, hare arm op de kop van de leeuw. Er was aan haar iets onzekers en vaags, in haar iets hulpeloos als van een groot kind, met haar azela bleke tint, waarop een paar fijne sproeten als gouden vlakjes haar gulden blond haar en hare sprookjes ogen groen als smaragden. Toch was zij niet mooi. De bekoring die in haar was, was het meest om hare kinderlijkheid. Het was 6 uur. Vreemd was het dat zij daar zo vroeg al stond. Vreemder dat jaloeziedeuren zacht krakend opengingen en koningin Alexandra ook buiten kwam in de galerij. Zij zag met zwarte ogen die verblinden, verblinden van ingehouden vuur, vuur van hartstocht, van eerzucht, vuur van laaiend leven. Elena, sprak ze. Hare stem, die riep, was vreemd magnetisch bekorend. Die stem was op dit ogenblik verbannen, als zij was uit haar land, hare grootste macht misschien. Het meisje hoorde dadelijk, keerde zich om, liep naar de koningin toe. Deze zoende haar als een dochter, hoewel zij hare hofdame was. Wat doe je daar, kind? Ik? Niets, mevrouw. Ik kon niet meer slapen. Waarom niet? Ik weet niet. Ik kon niet meer. De koningin zweeg een ogenblik, zag uit over de zee. Er was niets te zien. Ginds, in de helling van het eiland, lag de stad, lagen enkele schepen in de haven in het roze licht. Wanneer wordt het jacht van zijne majesteit te Paxos verwacht? Vroeg zij ineens. Elena werd heel bleek. Ik meen om 8 uur. Ik dacht vroeger. Het kan zijn. Briani zei gisterenavond 7 uur. Het kan zijn, stotterde het meisje. De koningin zag haar raadselachtig aan. En uzelve, mevrouw, meende Elena te moeten zeggen, kon u ook niet meer slapen. De koningin bleef haar aanzien, glimlachte eindelijk en zei toen met hare stem van muzikale macht, nee, ik dacht zoveel aan zijne majesteit. Ik heb mijn zoon nu in geen 5 maanden gezien. Ja, in geen 5 maanden. Niet waar? In geen 5 maanden, vroeg de koningin weer raadselachtig met nadruk. Elena zweeg. Toen ging de koningin voort. En nu wou ik hier uitzien over de haven tot het jacht komt.
Het meisje werd nog bleeker, toch had de koningin heel achteloos gesproken. Zij ging nu naar een staanden verrekijker, boog zich even en tuurde. Toen richtte zij zich op en: wij zullen hier dus maar blijven, niet waar? Zoals uwe majesteit wil, sprak Elena zacht. De koningin was gaan zitten. Zij zwegen beiden. Vreemd ledig waren zij daar nu, in afwachting. Ik ben blij dat Vladimir komt, zei de koningin na een lange poos. Het is hier heel vervelend met al onze logees. Waarom blijft u hier? Laat ons naar Wenen gaan, naar Parijs. De koningin zag haar aan. Dat meen je niet. Waarom zou ik dat niet menen? Omdat je heel goed weet dat ik in Wenen of Parijs Zijne Majesteit minder zou zien. Het meisje kreeg een schok. Zij vermoedde dat de koningin met haar speelde, maar zij was eene zeer passieve natuur. Zij kon niet anders dan dit spel dulden. Waarom zou dat hoeven? Vroeg zij werktuigelijk. De woorden kwamen zo. Ze konden niet anders komen. Het is zo moeilijk voor Zijne Majesteit naar Wenen of Parijs incognito te komen. Officiële visites kunnen niet herhaaldelijk gebeuren. Hier is dat alles heel anders. Dat is zo. Maar het is hier wel heel vervelend, heel vervelend. Hare armen vielen slap neer, gedwongen, werkeloos, gedwongen, apathisch, nadat zij uit Thracië, haar klein koninkrijk, verbannen was, om mislukte intriges, omkoop bij verkiezingen, geknoei met ministers, verbannen door invloed van grote mogendheden, nadat haar zoon regeerde, door diezelfde mogendheden ten troon gebracht, verveelde zij zich. Zij had mooi op hare villa zich eene kleine hofhouding scheppen, gasten vragen, de bohème der vorstelijke huizen van Europa. Zij verveelde zich. Zij was geboren voor verwikkeling. Intrigue. Het was haar niet genoeg dat zij mooi was, dat zij een ruim jaargeld had, dat men haar vierde en dat zij leefde naar hare vrije lust. Zij moest intrigue hebben, dat geknoei met ministers, met staatslieden tijdens die vroegere verkiezingen, een berucht Europees schandaal. Dat was haar element. Haar verbanning was haar bijna niet onwelkom geweest, om het romantische ervan, want zij had gerekend gauw in triomf terug te keren, en dan ware hare verbanning een interessant verleden geweest. Maar de triomf bleef uit. Nu kwam haar zoon, koning Vladimir, haar bezoeken voor een paar weken. Wat zou hij haar brengen als verrassing? Het besluit der staten dat haar terugriep. Zij twijfelde eraan, hoe zij er ook aan hoopte. Zij twijfelde, omdat zij wist de tegenkanting der grote mogendheden. Trouwens, die gehele troonsbeklimming van hare zoon was haar ene teleurstelling geweest. Zij had daaraan niet dadelijk kunnen denken, met hare verbanning. De evenementen van het leven waren altijd verrassingen. Maar het uitroepen van de Republiek waren haar nog liever geweest. En dan, zij later terug in triomf. Maar nu kon zij nog alleen maar hopen op eene intrekking van haar verbanningsdecreet en daarna op geheime invloed achter haar zoon. Die gedachten waren dof om haar heen in het roze licht van die morgen. Toen zag zij naar Elena, die stil zat, bleek. Iets begon zich te weven door de doffe gedachten der koningin. We zullen zien, dacht zij, en zij bleef naar Elena kijken, zeer oplettend. Zij vond dat dit broze blonde kind er toch uitzag als voorbeschikt om slachtoffer te zijn. Er waren mensen die geboren waren om slachtoffer te zijn. Toen zag zij uit naar de zee, naar de kammen van Epirus. Zo, stil, bleven de beide vrouwen uitturen
naar het yacht van koning Vladimir. Het was over zevenen toen zij het daar in de verte zagen. Hoofdstuk 2. Het was die dag alles vroeg op de villa. De jonge koning was aangekomen en alle gasten zijner moeder waren op om hem te ontvangen. Het was als een gardenparty, daar op de terrassen, in de galerijen, in de warmer en warmer wordende lentedag. Het waren er vrolijke groepen, heren, dames, enkele uniformen. Er lag over dat gezelschap een bijzonder waas, iets bitters, iets ongegeneerds, iets would be onverschilligs. Een sarcasme werd met een cynische repliek beantwoord. Het was er de bohème der vorstelijkheid van Europa, van die gekroonde zwervelingen, die, of door eigen wil, of door omstandigheden, uit hun element gerukt zijn. Zij hadden elk hunne satellieten, getrouwen, die getrouw bleven om de een of andere reden van egoïsme. En in de lange marmeren galerijen tussen de palmen en beeldengroepen was er over al die gelaatstrekken eene vreemde decadens, die als voorspelde eene andere eeuw, iets slechts dat van een naderend einde sprak. Het was er iets licht demonisch dat er even trilde in de glimlach en de flirt der vrouwen, in de brutale aardigheden der mannen. Daaroverheen wemelde nog een waas van soevereine hoogheid als een verbleekte glans van kroonjuwelen. Brutale valse stenen. In een der galerijen uit nog een zweem discretie. Verder verlaten liep de koningin Alexandra met Vladimir op en neer. Ernstig was hun gesprek, smekend de stem der koningin, quasi kinderlijk, alsof hij het toch niet helpen kon. De stem van de jonge koning, een grote sterke jongen van 19 jaar, geheel en al man, bijzonder fors en breed in zijn spannende uniform, met het nieuwe frisse koningsbloed van zijn parvenu geslacht, dolblij bruisend door zijn aderen. Zijn kleine kop met kort kroeshaar en half gesloten, loerende ogen, met zijn zware zinnelijke mond, waarom viriel dons van baard en snor was. In zijn jeugd, als de kop van een jonge Caracalla, om zijn mond, tussen zijn vlezige wangen, speelde altijd een onvertrouwbare lach, zonder diplomatie, maar met een blijde sensualiteit. In zijn kracht was iets vreemd, lenigs, als van een jonge, mooie tijger. De koningin, heel jong nog, heel mooi, bijzonder elegant, hing aan zijn arm. Zij smeekte hem in een stortvloed van tedere woorden. Zij gaf zich aan haar zoon, zoveel zij dorst. Hij, met zijn sensuele lach, bleef zich verontschuldigen, en altijd was zijn stem kinderlijk. Half ongelukkig, zij zag hem niet als hij was. Zij zag niet dat deze sterke jongen al helemaal een man was, niet alleen naar leden, maar ook naar ziel. Zij meende, zij, als moeder, met hare mensenkennis, zou hem kunnen laten doen naar haar wil, en dat zij stuiten bleef op zijn aangenomen kinderlijkheid, maakte haar wrevelig. Was hij dan zo dom? Hij hield zich dom. Hij kon er heus nog niets aan doen, mamaatje. Het was voor hem ook een teleurstelling geweest, maar de minister-president, de ministers, de staten, het was heus zo moeilijk, dan de grote mogendheden, altijd die soort van voogdij, vooral van Liparië, en hij hakkelde zijn frazen voort.
Toen zeide hij haar een compliment, hoe mooi zij was, hoe jong zij was, net een grote zuster van hem. En hoe goed haar al die antieke kant stond. Alleen heel mooie vrouwen, met haar mooi teint, konden antieke kant dragen. Iedere andere vrouw werd er geel van. Toen warrelde hij in de lange kanten van hare blote armen met zijn gretig woelende hand. En met nog iets kinderlijks erbij. Toen gaf hij haar een zoen op haar onderarm. Een domme, perverse jongen, dacht zij, terwijl zij hem liet begaan. Zij, ze was pervers, maar dom was zij niet. Dat had hij, van haar vader. Maar toch, zijn vleiende woorden hadden haar gestreeld en zij zette zich neer, trok hem bij zich en ziende dat er op dit ogenblik toch niets beslist van hem te verkrijgen was, ontvouwde zij levendig een heel programma van feestelijkheden te zijner ere. Nog meer logees zouden er komen. Zeg, wie wou hij er nog bij hebben? De gravin Kosti, zei hij dadelijk. Zij lachte luid. Zijne loerende ogen keken haar schuin aan. Een zinnelijk verlangen was om zijn mond, maar zij verdedigde zich. Nee, de gravin Kosti zou zij nooit vragen. Die had zich zo onmogelijk gemaakt, zo alle convenances overboord gegooid. Dat ging nooit. Hij werd boos. Hij had gerekend op de gravin Kosti en hij moest iedere gril ingewilligd hebben. Anders werd hij razend. Nee, Vladimir, heus, ik kan haar niet vragen. Met een ruw gebaar zwaaide hij zijne hand uit, hen allen wijzende. En die troep daar, vroeg hij rood van woede, daar is niets beters bij, dat is toch ook allemaal. Hij zei een ruw woord, zij werd ernstig, sloot op elkaar hare mooie lippen in een stille verontwaardiging. Toen, als een moeder, wilde zij hem terecht wijzen. Ach wat, vloekte hij, en hij stond op om te gaan. Zij greep zijn hand, zij smeekte hem, in godsnaam weer geen scène te maken. Zij was zo gelukkig hem te zien. Zij zou alles voor zijn plezier doen, al die feesten, en als hij absoluut de gravin wilde hebben, dan zou ze zien, er met Briani over spreken. Wat heeft die ermee nodig? Maar zij verdedigde Briani, haar raadsman, zonder wie ze immers niets deed. Zonder wie u niets durft te doen, tartte hij, en zijn blik die loerde, zeide haar duidelijk dat hij wel wist dat Briani meer dan haar raadsman was. Zij lachte, sprak met hare liefste stem in doodsangst dat hij toch een scène maken zou. Opnieuw ontvouwde zij haar programma. Een verlichte gondelvaart op zee, des avonds tableau, al die dames zelf zouden nymfen voorstellen. Hij vroeg gretig details, zij giechelden nu met elkaar. Gelukkig, hij werd weer handelbaar, haar jonge welp. Dat bloed van hem moest maar eerst uitbruisen, hoe eerder hoe beter, en daarvoor maar niets gespaard. Maar eensklaps onder de groepen in de zijgalerij zag hij Briani, de secretaris, praten met prins Edzard van Karlskrona en met een jong meisje in het wit. Is dat Elena? Vroeg hij, turende, want hij was bijziende. Ja, antwoordde de koningin, en eensklaps weefde het weer tussen hare gedachten. Hoe vind je haar? Vroeg zij. Hij haalde onverschillig zijn schouders op. Niets aan, sprak hij. Ik dacht dat je haar verleden nogal lief vond. Je sprak veel met haar. Ik? Nee, verdedigde hij zich. Niet? Vroeg zij verwonderd.
zich twee lange tête-à-têtes herinnerend. Hij probeerde haar recht aan te zien met zijn kleine ogen om haar te overtuigen. Wel, neen, sprak hij, ik vind het een bleke pop, niets aan. Einde van sectie 1. Sectie 2. Van Hoge Troeven door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 3. Het was na de lunch, een vrolijk lunch, dat lang geduurd had, in de warme middag, nu met verhitte gezichten, met een sparkeling van champagne nog in hunne ogen, liepen de logés van koningin Alexandra wat rond door de galerijen, lagen zij hier en daar neer, luidturende naar de verre zee, beneden om het eiland heen, of zij zochten hun eigen weg, trokken zich terug voor een siesta, gingen toeren. Tussen een groep dames lag prins Edzard van Karlskrona lang uit, rokende een zeer lange sigaar en ze allen hullende in een wolk. Hij vermaakte ze en ze luisterden allen toe. Hij deed een lang, kleurrijk verhaal omtrent de revolutie in Liparië. Hij had die meegemaakt, meegemaakt hoor, en hij beweerde dat hij incognito had geholpen om de brand van het paleis der parlementen te blussen. De hertogin van Lucca lachte luid uit. Ik geloof er niets van, beste jongen. Gelooft u me niet? Nee. Et pour cause, die historie in Liparië is nu juist op de kop af een maand geleden, niet waar? Ja, en wat zou dat? En je handen zijn te gesoigneerd, je nagels te lang, dan dat je een maand geleden een brand geblust zou hebben. Prins Edzard beweerde ernstig dat in een maand nagels een heel eind groeiden, maar Briani voegde zich bij hen, blijvende staan, de handen op de rug, een lange, slanke, voorname figuur. Wat is er van Liparië? O, helemaal geen politiek, verdedigde prins Edzard zich. Hou je bedaard, beste kerel, wees maar niet bang. Ik zal er geen hand in steken, in jullie gescharrel. Briani werd even bleek en de dames keken een weinig verlegen naar elkander om. Prins Edzard had een blunder gezegd, zoals altijd. Ik weet niet welk gescharrel uw hoogheid bedoelt, liet Briani glimlachend als in het voorbijgaan van zijn lippen vallen. Ik hoorde alleen een klank. En die interesseerde je, hè? Hij maakte het erger, de goede jongen. De hertogin van Lucca vond dat hij iets van een hollend veulen had, hoe lui hij daar ook lag. In zijn wit flanellen pak, met zijn lange sigaar, en Briani met een vage glimlach, menende dat alle diplomatie aan deze palurk toch verkwist zou zijn, draaide zich op zijn hakken om en wandelde, altijd de handen op de rug verder. Prins Edzard keek de dames aan, een nette manier om je te verlaten. De hertogin schudde haar hoofd. Ik ben weer niets tevreden over je, mon prince charmant. Waarom niet? Ik begrijp niet hoe iemand in twee korte zinnetjes zoveel onoverdachts kan zeggen als uwe hoogheid juist nu kans heeft gezien te doen. Prins Edzard vleide zich gemakkelijker uit. Zeg eens, ik ben hier niet gekomen bij onze lieve majesteit van, ik zal maar zeggen, Paxos, om het te bedenken.
Ik zeg de dingen flup zooals ze me voor den mond komen. Je moet het niet van me vergen, lieve hertogin. God, ik heb al zooveel moeten bedenken in liparië. Ik ga nu eens vacantie nemen. Erfprins af, hoor. En hij schaterde het luid uit. Zij vonden hem vermakelijk, maar schandalig. Schandalig. Een enfant terrible. Een stoute jongen. Een ondeugend kind. Maar wat een gelukkig temperament. Geen ogenblik kwam het bij hem op dat hij zich voor iets behoefde te schamen. Zij kenden allen zijne geschiedenis. Trouwens, hij zelve had ze haar met kleuren en geuren al zo dikwijls verteld. De revolutie uitgebroken in Liparië, waar hij op verlangen zijner ouders, Gothlandse vorsten, om zijne erfprinsrechten lang gewoond had, en zijn vlucht met zijn jacht naar Paxos, naar de koningin Alexandra, in die nacht, toen de verbitterde volksmassa's het keizerlijke paleis genaderd waren en de boel aan alle kanten kraakte. In zijn vaderland, Gothland, had hij zich geheel onmogelijk gemaakt. Hij dorst er zich niet meer vertonen, gebrouilleerd met zijn ouders, zijn engagement met zijn nichtje, de prinses Wanda, verbroken. Maar heus, hij had een te gelukkig temperament. Hij kon zich dat alles niet aantrekken. Het leven was te kort. Je moest ervan pakken wat je kon. Briani was naar de koningin Alexandra gegaan. Zij zat met haar zoon en zij had in hun gesprek Elena geroepen en er haar in gemengd. Zij maakten daar een groep bij de leeuwen van de terrastrappen onder de rood en blauw en geel gestreepte markiezen. En zij zagen op de groep van prins Edzard in de middagschaduw der zuilen. En de koningin, toen Briani naderde, vroeg, wat is daar? Niets, mevrouw. Edzard, die onhebbelijk is. Hij haalde de schouders op. Ik hoorde iets. Briani stelde haar gerust. Niets. Elena, zei de koningin, als tegen een kind, ga eens zien of de platen voor de kostuums van het bloemenbal in mijn boudoir klaar liggen. Leg ze anders klaar. Wij komen dan dadelijk. Het meisje ging, onderworpen. Daar, om prins Edzard, schaterden de dames luid om een van zijn grappen. Wat is er nu? Vroeg de koningin weer, terwijl Elena zich in de villa verwijderde. Ik verzeker u, niets. Ik hoorde Liparië. Hij vertelde van zijn proezes gedurende de revolutie. De jonge koning lachte. Hij is aardig, gaf hij toe. Hij verlangt volstrekt niet dat je hem gelooft, als je hem maar laat praten. Zij zwegen alle drie, even niet wetende wat te zeggen, verlegen voor elkaar, elk vol geheime gedachten. De klank Liparië wekte veel gedachten in hen. Liparië was de grote mogendheid die de zwaarste druk van voogdij uitoefende op het kleine koninkrijk van Thracië. Liparië wenste het zo. De kleine jonge Vladimir op de troon en koningin Alexandra verbannen. En schijnbaar vriendschappelijk was er een grens tussen de moeder met haar gunsteling en de zoon. Aan beide zijden van de grens waren zij, trots hun vriendschappelijk gesprek, als vijanden. Die stemming van vijandschap doemde even in Alexandra op, maar zij gaf niet aan ze toe, omdat dit onaangenaam zou zijn. Vladimir was toch haar kind, en ze hield van hem op hare wijze als hare jonge, onbesuisde welp. Zij kende hem alleen zo, een onbesuisde welp, en zij meende dat het beter zou zijn op dit ogenblik
niet met briani te spreken over liparië. Het kon Vladimir misschien ergeren, maar haar zoon met zijn gewone kortheid stond in eens op als gedrukt om hun stilzwijgen en sprak de groep om prins Edzard aan. Alexandra volgde hem met de ogen. Vreemd was hare moederlijkheid met eerzucht en intrigelust in tegenspel, terwijl zij daar stilzwijgend zitten bleef, hare houding, de armen slap neerhangende tussen hare antieke kanten, uitdrukkende zo duidelijk hare gedwongen apathie en gedwongen werkeloosheid, hare immense verveling, hare ogen weiden over het eiland, over de zee. Te klein was die horizont. Een bittere trek kwam om haar mond. Zij had verlangd naar haar zoon, en nu hij er was, betreurde zij het binnen een uur. Hij, Vladimir, had ook geen rust bij haar, als zij een ogenblik zweeg. Het ware beter geweest als hij maar niet gekomen was, vooral als hij haar toch niets meebracht, geen verrassing, geen belofte zelfs van het intrekken van haar verbanningsdecreet, en hare gedachten weefden zich voort. Als zij hem weer eens naar Liparië zond, zij had een idee dat zo men hem in Liparië dikwijls zag, men zijn woeste jeugd ongeschikt voor een troon zou oordelen en haar misschien. En dan, met een haar genegen omgeving om hem heen, zijn laatste officiële bezoek aan keizer Othomar had wel niets bewerkt, maar de omgeving die hem toen omringde was haar weinig vriendschappelijk geweest. Als zij Briani afstond aan haar zoon, zij wist dat hij Briani gaarne wilde, omdat Briani een fijn diplomaat was. Ja, gedurende dit bezoek te Paxos zou zij invloed uitoefenen op Vladimir en op zijn omgeving en een paar elementen zien te vervangen door andere. Waar denkt uwe majesteit aan? Vroeg Briani, die bij haar stond en rookte. Zij glimlachte bitter en trok even met hare schouders, maar zij zag haar secretaris aan, gestreeld om zijn beleefdheid, die hij nooit tegenover haar uit het oog verloor, zelfs niet al waren zij samen. Hij had manieren, betere dan Vladimir. Zeg mij, waar denkt uwe majesteit aan? Herhaalde Briani, als met een zachte suggestie. Maar zij bleef volharden in haar zwijgen. Zij maakte een vaag gebaar met de hand, als een onzekere arabesk, als wist zij niet. Wat, hoe, als kwam het er niet op aan, waaraan zij dacht. Briani vroeg niets meer, rokende. Ja, als zij hem naar Liparië zond, zijne driften en ongemanierdheden intomen in het imperiaal, zou hij niet lang kunnen. Hij zou zich niet lang kunnen inhouden. O, als ze maar zelve mee dorst gaan. Ze wist het wel, de keizer was weinig gevoelig voor vrouwelijke seductie. Maar toch, toch, als ze maar dorst gaan, zou zij, maar het kon niet. Hoe had zij kunnen gaan, als een smekeling incognito? Dat zou de enige wijze zijn, en dit verbood haar heure fierheid, en daarbij fierheid nog opzij, het zou gevaarlijk zijn ook. O, het was een chimère. Nee, zij kon niets, gevangen op Paxos, op hare hoge villa, met de zee aan alle kanten. Hoe klein en hoe vervelend, en niets dan die logees. En wat een logees. Prins Edzard en de hertogin van Lucca. En hun slag, en misschien zelfs wel een gravin Kosti. O, zij voelde het. Zij was gezonken, bitter, bitter laag gezonken. Zij was dom geweest, als zij er ooit weer bovenop kwam,
dan er bovenop was er dan eenige hoop. Vladimir, ja, zij was zijn moeder, maar zij kon daar niet bij blijven stilstaan. Zij moest met haar zoon werken. Hij moest in hare hand een werktuig worden. Hij was zo jong, zo piepjong, een onbesuisde welp. Hij zou niet altijd weten wat hij deed. Hij deed altijd dwaasheden, ondoordachte dingen. En ineens, als in een helle straal, zag zij het duidelijk voor zich. Elena, Liparië, het glansde voor haar uit. Dat was het licht, de hoop. Hare prachtige ogen starrelden, hare trekken ontloken in een glimlach. In hare houding kwam een lijn van de energie der vrouwen die gewoon zijn met één woord, ene beweging, veel te bewerken. Als zij dat woord en die beweging maar overdacht hebben en te pas weten te brengen. Briani was haar aandachtig blijven aanzien. Hij had niet meer willen aandringen, maar toch nu, ziende de nerveuze verandering die hare apathie bezielde, vroeg hij nog eens of zijne wijze van zacht indringende hoveling, die meende geheel het hart te weten van zijne meesteres en maîtresse. Maar waar denkt uwe majesteit dan toch aan? Aan niets, sprak Alexandra vrolijk, vlug opstaande, aan niets. Laat ons naar ons boudoir gaan, daar wacht Elena met de platen voor het bal. Hoofdstuk 4. In het boudoir, een klein zeshoekig zaaltje met een koepelvormig plafond dat beschilderd was met een treillenwerk, waardoor een lucht blauwde en waartussen putti klommen en stoeiden, was Elena al klaar met het uitzoeken der platen. Velen naar Walter Crane, wiens Flora's Feast aan de koningin het idee van haar bloemenbal had ingegeven. Zij stond te wachten. Hare ogen droomden op de verschillende roze en gele kostumen der chrysanthemen toen zij stappen hoorde en meende dat de koningin kwam. Maar in de deur ophoudende de recht neergevallen roze fluweel en portière die tussen de pilasters hing, verscheen de koning. Is hare majesteit nog niet hier? Vroeg hij. Nee, sire, maar zij komt toch gauw. Ik geloof zo, sire. Hij naderde. Waarom, sire? Vroeg hij. Het meisje verschrikte. Ik begrijp u niet, stotterde zij. Je noemde me toch vroeger anders, Elena. Vroeger, glimlachte zij bleek, al zo lang geleden. Niet zo heel lang. Hoe lang? Jaren geleden, sire, toen wij kinderen waren. Hij stampvoette en smakte ongeduldig met de tong. Schei toch uit met sire, beval hij. Zeg Vladimir. Zij aarzelde. Zeg Vladimir, drong hij bijna dreigend. Vladimir, stamelde zij. Hij glimlachte en zag haar een poos aan. Zij beefde en hield zich met een hand vast aan de tafel. Enkele platen gleden af. Zij wilde zich bukken. Laat dat, beval hij. Ik zal ze oprapen. Sire, God nog toe, vloekte hij en keek haar razend aan. En hij dreigde haar met een vinger. Als je het nu nog eens zegt en als je die platen opraapt. Zij poogde te glimlachen, heel rood. Toen raapte hij de platen op en legde ze op de tafel. Ik dank u zeer, sprak ze. Hij zag haar weer aan met zijn blik van moedwillige jongen. Hoe? Vroeg hij. Ik dank u, herhaalde zij zeer verward. Hij was gaan zitten. Hoe? Dwong hij weer. Ik begrijp u niet. U maakt altijd gekheid. Elena, sprak hij, kom eens hier,
en geef me een zoen. Neen, neen, verweerde zij zich. Kom hier, zeg ik. Zij begon te lachen van zenuwachtigheid. Hier, beval hij, met zijn vinger wijzende. Bijna als tegen een hond. Zij was niet beledigd. Zij hield van hem zo, moedwillig dwingeland. Zij aanbad zijn ruwheid. Zij voelde dat zij die ruwheid aanbad. Zij voelde zich vreemd gloeien van warmte. En zij kwam nader. Maar, Vladimir, kom hier op mijn knie zitten en geef me een zoen. Maar gauw, anders komt mama. Zij was dichter gekomen en hij trok haar ineens naar zich toe, duwde haar op zijn schoot en zoende haar woest. Zij sloot de ogen, half zwijmende. Sta op, gauw, beval hij weer. Gauw, daar komt mama. Het jonge meisje trillende was opgestaan, maar zij was nog geheel verward en wankelde. Stappen naderden. De koningin en Briani, toen zij binnenkwamen, was Elena staande bezig met de platen en Vladimir bezag een kostuum van meidoorn, een harnas met doornige punten en aan de helm een grote, neerzwierende pluimenbos van bloesem. Wat denkt u van dit? Voor mij, riep hij dadelijk, Alexandra tegen. De koningin had even naar Elena gezien en toen naar haar zoon. Zij vermoedde iets, maar zij zeide alleen, meidoorn? Nee, niet voor jou, Vladimir. Dat is aardig voor je pages. Nee, niet vrolijk genoeg voor pages, wierp hij tegen met zijn korte stem. Voor pages hier, die klaprozen, die negers met rode hoeden en trommen. Ik had je eigenlijk willen hebben als rozenkoning in dit kostuum. Ja, dat is lief voor mij, lachte hij haar uit. Ik dank u, dat is me te sentimenteel. Dan als de zon, Vladimir, jij de zon met een gevolg van zonnebloemen. De zon, bedacht hij zich, maar wat voor een kostuum. Elena klapte in de handen. O ja, de zon, sprak zij opgetogen, uwe majesteit als de zon. Zij ontmoette de ogen van de koningin en Briani, en daarom eindigde zij kalmer, want dat kan een heel mooi kostuum worden. Maar hoe, vroeg hij, dat zullen we zien, berustigde Alexandra hem, dat is niet eens te zeggen, geel satijn en goud, en een grote aureool om je hoofd, en misschien een zonnekar. Zoiets dergelijks. En u als roos? Vroeg hij. Nee, beste jongen, lachte zij. De rozen zijn me ook te doucereux. Even als jou. Als ik gele chrysanthemum. O, mevrouw, ja, juichte Elena. Briani lachte. Wat een last. Voor al die dames haar kostuums zullen hebben uitgekozen. Dat moet vandaag gebeuren, besliste de koningin. Vanavond. Morgen komt een regiment naaisters. Het is wel huiselijk, een bloemenbal op Paxos. En zij lachte bitter ironisch. Ja, het zou nog een grote moeite zijn. Alles moest van buiten afkomen in een week tijds. En de kostumen ergens bestellen, dat wilde de koningin niet. Dan werd het toch niet goed. Onder hare leiding moest alles gebeuren. Buiten klonken voetstappen, een verward rumoer van vrolijke stemmen als een protest van de logees. Daar in de achterhal, een geklop op de deur. Wat dan toch? Vroeg Alexandra ongeduldig. De deur werd op een kier geopend. Prins Edzard lichtte de portière op. Achter hem tuurden gezichten van dames. Maar, lieve majesteit, wat beduidt dat nu? Riep hij. Aan het samenzweren zonder ons mogen wij niet onze pakjes bekijken. Vanavond, decreteerde Alexandra. En wees hun de deur. Een ontevreden gemopper tussen hen allen. Vanavond, vanavond pas. En wat gebeurde er dan nu? Daar hebben jullie niet mee nodig. Vanavond heeft de grote
beraadslaging plaats. Allons, hoep voort. Zij joeg ze met een klap in de handen weg als een troep kippen. Edzard protesteerde hoog, morrelde aan de deur. Alexandra schoof een grendel voor. We willen nu zien, schreeuwde Edzard. Er is nog niets te zien, pak je weg. We willen binnenkomen. Hij bonsde op de deur met zijn vuisten. Alexandra gaf Elena een wenk, de platen bij elkaar te pakken. Gauw, gauw. Toen joeg zij Vladimir en het jonge meisje door een andere deur naar haar slaap- en kleedvertrek. Daarna gaf zij een wenk aan Briani, schoof zacht de grendel weg. Kwam ook hare kleedkamer binnen en grendelde daar de deur. De jonge koning en Elena hadden grote pret. Majesteit, majesteit, riepen de dames. De deur is weer open, hoorden zij prins Edzard zeggen. En de prins opende de deur. Zij schenen allen binnen te stormen in het ledige boudoir. Kreten van teleurstelling, imprecaties tegen Briani, die beweerde niet te weten waar de koningin gebleven was. Flauw, riep Edzard. De dames durfden niet verder doordringen, hoewel prins Edzard ze ophitste, en zij schenen langzamerhand onder protestbetuigingen met Briani af te trekken. Dank je wel, zei de koningin, veilig nu met haar zoon en Elena. Als we ze binnen lieten, zou ieder een opinie hebben, en dat is niet nodig. Dan komen we nooit klaar. Wij zeggen alles zoals het zijn moet. Vanavond horen zij waar het op staat, en wie niet tevreden is, kan ophoepelen. En met hun drieën, de koningin in het midden, vielen zij vrolijk neer op een divan en bezagen de platen, ontwierpen de kostumen en stelden het programma van het bal vast. De hand van de koning beroerde telkens de vingers van het jonge meisje, die opschreef wat de koningin vaststelde. Alexandra, onder het dicteren, dacht aan iets heel anders dan een bloemenbal. Einde van sectie 2. Sectie 3. Van Hoge Troeven, door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 5. Een drukte van voorbereiding vervulde de villa. Naaisters waren gekomen, ateliers werden ingericht. De koningin had het zeer druk, liet over alles het oog gaan. Op een morgen gaf zij aan Briani op tal van uitnodigingen te schrijven naar alle punten der Middellandse Zee, naar alle punten van Europa, van waar de invités in een paar dagen Paxos zouden kunnen bereiken. En hoewel ze inderdaad geheel andere ideeën in haar hoofd had, was zij toch gestreeld toen enkele dagen daarna de Europese pers haar bloemenbal overal met fabelachtige berichtjes aankondigde. Toen zij in de mondaine kronieken al kleine geheimpjes vond verraden, de namen der hoge invités, die alleen voor dit bal très select naar Paxos zouden gaan. Toen haar villa genoemd werd de tovertuin der schone vorstelijke bannelingen, die er hare revanche nam door een ideaal feest. Gelukkig, men bemoeide zich in Europa weer met haar. Het werd tijd. Zo op een morgen noemde zij Briani nog enkele namen, aan wie de laatste invitaties verzonden moesten worden. Toen Briani haar vroeg: denkt zijne majesteit er nog over naar Liparië te gaan? Half en half, antwoordde de koningin. Het zou als beleefdheid zijn, omdat zij toch in de buurt is.
maar misschien is het niet noodig. Daarbij, het is in Liparië nauwlijks kalm na de revolutie. Apropos, Briani, ik heb je al lang iets willen voorstellen. Het zou voor mij een offer zijn. Een offer? Ja. Vladimir houdt niet van zijn particuliere secretaris. Zou je lust voelen die te vervangen? Hij begreep haar dadelijk. Zij waren aan elkaar gewaagd. Hij begreep ineens dat zij hem moe was. En dan dat er nog iets anders was. Wat wist hij niet precies? Hunne liaison was geen hartstocht, nooit geweest. De koningin had hem genomen in een ogenblik van verveling, toen zij verliefde op zijn ogen. Ze wist dat precies. Hij had een blik in zijn ogen en daar was ze verliefd op geworden. Dat was alles. Nu was die charme afgesleten, de lijn van zijn rug verveelde haar. Iedere dag verveelde die lijn haar meer en meer. Iedere dag zag zij duidelijker zijn rug, die haar ergerde. Hij had iets zeer zachts, iets voornaams, iets liefs in zijn ogen, maar die rug. Zie je, ging zij voort, het zou voor mij een offer zijn. Ik zou je verliezen, maar hier bij mij heb je geen toekomst en bij zijne majesteit wel. En daarom zou ik het offer ervoor over hebben. Hij boog, licht ironisch, glimlachend. Maar zijn eerzucht werd geprikkeld. Toen de koningin verbannen werd, had hij niets dan haar gehad. En hij had zich aan haar vastgeklampt. Maar als er sprake kon zijn van het particulier secretariaat bij de koning. En wij zouden altijd goede vrienden blijven. Niet waar? Sprak ze. Maar hoe denkt de koning over me? Vroeg hij. De koning zou je graag willen hebben. Heeft u er dan met zijne majesteit over gesproken? Zo half en half. Zij kon hem wel aan Vladimir laten. Hare geheimen wist Briani niet. Die wist niemand. Zij schreef zelden brieven. Verder had zij grote tactsporen uit te wissen. Alleen toen, met het ministerschandaal in Thracië. Toen was zij dom geweest. Dat was een de veine geweest. Zo was het leven. Zo wisselde het van kans. En Briani, die zij in zekere zin gehecht aan haar wist, zou bij de koning een vijandig element vervangen. Weet je ook waarom het zeer goed zou zijn als je bij de koning was, Briani? Ging zij voort. De koning is jong. De koning doet dwaasheden. Ik bid je, let op hem. Meld mij als hij dwaasheden doet. Dat bal. Ik wou dat het afgelopen was. De koning is door die voorbereidselen altijd samen met Elena. Briani glimlachte. Zijne majesteit is gauw ontvlambaar. Zij haalde de schouders op. Als het niets was dan dat, maar zijne majesteit heeft, ik weet het niet hoe, misschien wel van mij, iets romanesk. Zijne majesteit romanesk? Zijne majesteit niet romanesk? Vroeg zij met drang. En verleden, herinner je dat doorslaan van hem? Toen hij beweerde dat alleen sommige Romeinse keizers geleefd hadden, dat verder niemand leefde. Ik noem dat niet romanesk. Misschien niet. Misschien is het iets anders. Maar Elena is wel romanesk. Zij is het zeker. Het is niet goed dat zij altijd zo samen zijn. Ik durf niet begrijpen waarop uwe majesteit doelt. Op een genegenheid die ik zie opkomen. Briani maakte een gebaar van nonchalance. Wat zou dat? Dat komt en dat gaat. Nee, als de koning niet zo jong was, dan. Maar nu, ik wou eigenlijk dat hij maar weg was. Hoe gaarne ik hem hier ook heb. U zal mij toch niet willen verzekeren dat de koning
een ernstige genegenheid voor Elena voedt. Ernstig of niet ernstig, ik ben overtuigd dat hij op dit ogenblik denkt aan een huwelijk. Briani zag haar diep aan. Zij kon zijn blik niet weerstaan. Zij wendde hare ogen af. Hij bleef zwijgen. Hij dorst haar niet doordringen en toch meende hij dat hij haar doordrong. U vermoedt, sprak hij eindelijk, heel langzaam, u vermoedt dat zijne majesteit zou denken aan een huwelijk met Elena? Hij heeft er mij nog niet over gesproken, maar ik voel dat hij er over denkt. De koning zou zo onverstandig zijn, nu al op zijn 18e jaar te denken aan een morganatisch huwelijk, dat hem zeker in ongenade brengen zou, te Lipara, waar men zijn huwelijk wil met de prinses van Illyrië. De koning denkt zover niet. De koning is verliefd en wil een dwaasheid doen. Maar die dwaasheid zou hem veel kunnen kosten. Ja, en het zou een reden voor hem zijn die dwaasheid door te drijven als men hem wilde tegenhouden. En welke houding denkt uwe majesteit dan tegenover haar zoon aan te nemen? Dat is mijn strijd. Hou ik hem tegen, dan drijft hij door en stort hij zich in zijn ongeluk. Laat ik hem begaan, dan zal niemand hem tegenhouden. Ik begrijp uwe majesteit. Zij zou mijn secretaris bij haar zoon willen zien, opdat dit huwelijk niet tot stand zou komen. Hij onderstreepte de laatste woorden en zag haar aan. Ja, sprak ze langzaam. Dat is zo, als het tenminste niet te laat zal zijn. Hier intussen zal niets tot stand komen, daar kan ik voor zorgen. Maar later, in Thracië. Als Elena terug naar haar familie gaat, zou zij teruggaan? Daar was al sprake van. Haar vader verlangt naar haar. Zij zwegen even peinzend. Toen sprak Briani. Als zijne majesteit tot dit dwaze huwelijk besloot, zou het hem misschien zijn kroon kosten. O, stil, stil, riep de koningin zenuwachtig uit, ziende naar de deuren. Zeg dat niet. Er is in Thracië een partij die de verbanning uwer majesteit betreurt. Maar nu zag Alexandra hem rustig aan, met hare prachtige ogen, en weemoedig sprak ze. Nee, het is goed als het is. Mijn zoon moet koning zijn. Ik verlang niet meer te regeren. Met een diep accent van waarheid had zij deze woorden gesproken. Zij bleef voor hem staan, in eene houding van hoge weemoed, als had zij afgerekend met de wereld, met aardse grootheid. Hij glimlachte zacht. Hij zag haar zo duidelijk in hare ziel, als lag die naakt. Hij was haar te knap. Hij zag de weerzijde van elk harer woorden. Hij bewonderde haar, maar hij vond dat zij te subtiel haar spel speelde. Die te grote subtiliteit was al eens haar ongeluk geweest. Die subtiliteit zou altijd haar noodlot zijn. Er was alleen iets waarover hij zich verwonderde, dat de koning werkelijk over dit huwelijk zou denken, maar hij vroeg niets meer, wetende dat hij niet te snel achter hare kaarten moest forsen, en hij zeide alleen, kussende hare hand, ik zal altijd uwer majesteits getrouwe dienaar zijn. Hij boog zich over hare hand en zij zag de lijn van zijn rug die haar ergerde. Hoofdstuk 6. Die middag toen de koning zijn kostuum van zonnegod gepast had, hield Alexandra hem nog even staande in haar boudoir. Vladimir, sprak ze hoog, boos. Ik heb je iets te verzoeken, nu we een ogenblik alleen zijn.
Hij zag verbaasd op. Zij had met alle ijver en zorg op zijn kostuum gelet. En haar plotseling hoge toon verraste hem. Van kleinkind af aan had hij die toon niet kunnen verdragen. En nooit had zij iets van hem verkregen met die toon. Integendeel, het was een accent dat onvermijdelijk tegenspraak in hem wekte. Zij kende haar zoon lang genoeg om dit te weten. Zij wist het ook. Wat dan? Vroeg hij, dadelijk nerveus geprikkeld. Zij wist het en toch veranderde zij haar toon niet. Je kan natuurlijk in Thracië doen wat je wil. Je bent geen kind meer en ik heb daar niets over je te zeggen. Maar hier, in mijn villa, blijf je mijn zoon en hoop ik dat je je gedragen zult naar mijn wensen. Hij fronste al de wenkbrauwen, maar zij liet hem geen tijd tot spreken. Ik moet je vriendelijk verzoeken niet zoveel met Elena samen te zijn, niet zo met haar te fluisteren en te flirten. Je compromitteert haar en ik ben verantwoordelijk voor haar jegens haar vader. Ik fluister nooit met haar. Je weet dat je liegt. Je weet dat je altijd zoekt alleen met haar te zijn. Je bent een slechte jongen als je haar hoofd op hol maakt. Je kan haar niet trouwen en daarom moet je ook niet allerlei hersenschimmen bij haar opwekken. Ik kan alles wat ik wil, wierp hij hoog tegen. Als ik wat wil, dan kan ik het ook. Maar ik wek geen hersenschimmen bij haar. Dat doe je wel. Ik weet dat je het doet. Wat heeft ze dan gezegd? Niets. Maar ik heb genoeg mensenkennis om te zien. Ik moet je dus vriendelijk verzoeken haar te sparen. Ik spaar niets als ik er geen lust toe heb. Ze is mij zo lief als een dochter. En het zou mij erg, erg spijten. Langzamerhand onder haar toon, onder hare woorden opgezweept, was hij vuurrood geworden. Een vrede drift vertrok zijn kort profiel, zijn kleine loerende ogen, zijn sensuele mond. De aderen zwollen op zijn voorhoofd. Hij vloekte. U heeft het recht niet zo tegen mij te spreken, donderde hij haar toe. Ik wek geen hersenschimmen, maar ik doe wat ik wil. Ik. Hij had het op de lippen te zeggen, ik ben koning, maar hij vond het kinderachtig dat te zeggen en hij hield het vrede woord in. Zij stonden tegenover elkaar als gereed voor een strijd, maar om zijne zelfbeheersing kon hij zijne verdere woorden niet vinden en met een woedende blik, met een vloek, verliet hij het vertrek en sloeg de deur dicht, dat de kamer dreunde. Zij zonk in die dreun neer op een divan en staarde voor zich uit. Eene hevige woeling ging door haar heen. Een ogenblik bleef ze zo. Toen stond zij op en belde Elena. Het meisje kwam spoedig binnen, vragend met hare onderworpen houding. Bleef zij staan. Elena sprak de koningin kort. Ik ben heel ontevreden over je. Het jonge meisje schrikte, vouwde de handen samen. Zij hield van de koningin als een zwakke natuur houdt van een machtige en zij vreesde zeer haar misnoegen. Als het zo doorgaat, vervolgde de koningin, zend ik je naar Thracië. De tranen welden in Helena's verraste ogen. Hare stem bestierf in haar keel. Als je iets om mijn genegenheid geeft, sprak Alexandra steeds, vermijd dan, als ik je bidden mag, zijne majesteit. Zijne majesteit? Ik wil het niet langer dulden dat hij je overal zoekt. Ik ben verantwoordelijk jegens je vader. De koning compromitteert je, hoor je. Ik duld geen tête-à-tête meer in mijn boudoir. Het meisje wrong de handen en zij snikte wanhopig op. Zij zonk bij de koningin neer, verborg haar gelaat in hare handen. Alexandra
legde de hand op haar hoofd. Wat is er nu? Waarom huil je? Maar Elena kon niet spreken, etende op hare hokkende snikken. Hou je zoveel van de koning? Zij kon zich niet verbergen. Hare ziel, als eene bloem, die openwoei door stormwind. En zij knikte van ja. Je begrijpt dat je niet van hem houden mag, niet waar? Wat zou dat geven, je eigen ongeluk? En het ongeluk van zijne majesteit. Steeds snikte zij. Mijn eigen ongeluk, wat geeft het? Maar waarom het ongeluk van zijne majesteit? Omdat je zijne majesteit gedachten laat denken die hij niet denken mag. Hij is een vorst, jij eenvoudig een meisje van goede familie. Maar welke gedachten? Het kwam niet tot haar. Zij dacht daar nooit aan. Het huwelijk van de koning met de prinses van Illyrië is al zo goed als bepaald. Ja, maar wat, mevrouw? Ik begrijp u niet. De koningin stond op. Wees niet dom. De koning mag niet aan iemand anders denken als hij zo goed als verloofd is in het belang van zijn troon en van Thracië. Dat was politiek die Elena aanzweemde en die zij nooit begreep en waar ze altijd voor bang was, als voor het oppermachtige. En zij zeide alleen, maar de koning denkt niet aan mij, mevrouw. Niet, mijn kind, sprak Alexandra raadselachtig, des te beter dan. Zij nam Elena's hoofd tussen hare mooie grote, ringglinsterende handen en zij kuste Elena's voorhoofd. Wees niet treurig, sprak ze. Vergeef me als ik wat hard tegen je sprak. Ik hou het welzijn van mijn zoon in het oog. Niet waar? Vergeef me, Elena. O, mevrouw, maar doe wat ik je vraag. Vermijd zijne majesteit. Ja, mevrouw, ja. Zoveel je kan. Ja, ja. En laat me nu alleen, mijn lieveling. Ik heb je voor eerst niet nodig. Ik heb hoofdpijn. Geef me die flacon aan. Merci. Je bent niet boos op me. Ik? Mevrouw? O, nee. Geef me een zoen. Elena kuste hare meesteres eerbiedig op de wang, nog steeds zacht snikkende en met eene dolle verrassing in hare smaragden ogen. Ga nu, mijn kind. Het meisje vluchtte als weg, geheel geschokt, verlegen verrast, beroerd tot in het diepste van hare eenvoudige ziel van nederigheid. En zij zag voor zich het beeld van de prinses van Illyrië. Toen de koningin alleen was, strekte zij zich lang uit op de divan, schikte de kanten van haar elegant morgentoilet en zij rook aan haar flacon. Zij had waarlijk hoofdpijn en zij was zeer moe. Einde van sectie 3. Sectie 4. Van Hoge Troeven door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 7. Elena was door de galerijen als weggevlucht, maar zichzelf kon zij niet ontvluchten, niet hare eigen verrassing. Toen zij op het achterterras prins Edzard en de hertogin van Lucca ontmoette, stuitte zij ineens hare vaart. Maar lieve freule, wat een emotie, vroeg de prins, en tranen. Elena, lieve meid, waarom huil je? Echode de hertogin na. Niets, mevrouw, heus niets. Hoogheid, poogde zij te glimlachen, excuseer me, ik wilde in het park. Het park is geen reden voor tranen, freule. Andere gasten kwamen de trappen op.
Is het waar, Elena, dat je Hare Majesteit verlaat en misschien naar Thracië teruggaat? Vroeg de hertogin. Ik hoorde zoiets vanmorgen van Hare Majesteit. Het zou kunnen zijn, mevrouw, maar ik bid u, excuseer mij. En zij ging als een verwaaid vogeltje door, de trappen zich afhaastende langs een ris van bloeiende magnolia's. Een troep van gasten had zich verenigd om de hertogin en de prins. Wat is er? Wat is er? Zij vroegen het aan alle kanten. Elena, die waarschijnlijk naar Thracië teruggaat. Ze is geheel ontdaan. Om de koning zeker, fluisterde een der dames. Om de koning wordt zij teruggezonden. Om de koning? Vroeg prins Edzard. Om de koning. Zij verloren zich over de terrassen, fluisterend. Door het dichte park liep Helena voort. Onder het dicht geboomte, dicht van zuidelijke wasdom. Door de oranjetuin doolde zij de paden af, doolde zij rond. Lager onder lichtbladige eucalyptussen helden zacht groene grasvlakten naar omlaag, als een schilderij der primitieve, naïef bespikkeld met honderden narcissen. Het was onder de effen lentelucht het landschap als van ene idylle. Eén dreef als uit een gedicht. Lager daalde steeds het eiland naar de zee toe en tot aan een rooskleurige einder lag de zee wijd stil uitgespreid. Twee helwitte zeiltjes van boten als onbewegelijke puntvleugels van grote vogels doopten in het water en stonden rechtop, heel, heel ver. Elena, moe ontdaan, liet zich vallen op het gras. Knakkende de narcissen onder zich, met haar vertrokken gezichtje, trillende over hare leden, zag zij uit naar de verre bootjes. Zwaar trillerden de bloemen, haar walm van geur in het rond, als zongen zij met een koor van alten een eentonig gedragen lied, wekkende obsessie en drukkende neer op de adem. Maar de lucht was ijl, de zee was ver en lag als een immense vloeiende opaal met één grote lichtstreep middendoor. En de gedachten van het arme kind vlogen uit als over die wijte. Zij had nog nooit in haar rustig klein leven zo ene ontsteltenis, zo ene beroering gevoeld in hare ziel. Zij had nooit vermoed dat grote dingen haar bestaan beroeren zouden. Zij had gedacht altijd zo te blijven aan het hof van hare verbannen koningin. Misschien later te trouwen, als dat moest en de koningin het wilde, en zo te blijven, ene kleine in het grote leven. De koning, ja, zij had de koning lief gekregen, eenvoudig lief gekregen, met ene verborgen liefde hare zuidelijke zinnen, die half sluimerden onder hare onzekere, hulpeloze bevalligheid, die geen schoonheid was. Zij had hem lief gekregen om zijn ruwheid, zijn bruske manier van spreken tegenover haar, om de mengeling van jongensachtigheid en viriliteit die haar natuurlijk wegbeheerste. Als hij nooit ruw tegenover haar geweest was, zou zij hem misschien nooit hebben lief gekregen. Zij was eene zwakke natuur die boog onder sterkere en die sterkere lief kreeg. Dat was alles heel eenvoudig en primitief in haar eenvoudig open zieltje. En dit weinige zelfs zag zij nog niet in. Zij dacht niet over hare gevoelens. Zij gevoelde alleen hare eenvoudige liefde met hare eenvoudige zuidelijke zinnen. Zij had de koning geen zoen kunnen weigeren als hij er om vroeg, al wist zij ook duizendmaal dat een meisje zoiets toch niet doen mocht. Zij dacht niet diep, zij analyseerde niet. Zij wist alleen dat zij de koning in stilte lief had. En zij had nooit iets gehoopt. Een zoen,
gestolen in een oogenblik van scherts, van brutale scherts van de koning, was reeds haar grootste trots geweest. Meer had zij nooit verwacht, en zij wist dat de koning zou trouwen met de prinses van Illyrië om de politiek en omdat keizer Ottomar van Liparië dat wilde. En dat alles had zij heel natuurlijk gevonden, zo ging het immers altijd. Maar nu, de ontevredenheid van koningin Alexandra, hare halve woorden, haar verzoek de koning te vermijden, in het vervolg. Zij was wel dom, Elena, een dom meisje, een eenvoudig hofdametje, dat in het geheel niet begreep waarom Vladimir absoluut trouwen moest met de prinses van Illyrië, maar zij was ook een zuidelijk kind en liefde begreep zij, en als de koning haar lief zou hebben, dan begreep zij dat. Dat begreep zij als de koningin het verzekerde. Al was het dan ook met halve woorden. Halve woorden. Nee, zo half waren ze niet geweest. Ze waren wel duidelijk genoeg. Dus de koning had haar, Elena, lief? Zij had dat nooit kunnen hopen. Zij had dat nooit verwacht. Maar als het zo was, dan was het een groot geluk. En zij glimlachte door hare tranen heen. Ja, dan was het een groot geluk. De koning haar liefhebben. Geloven kon zij het nog niet. Maar de koningin verzekerde het. En de koningin wist alles. Alles. De koning haar lief. Maar als de koning haar lief had, gesteld dat het zo was, dan, hij was de koning, hij was machtig, hij kon alles. Als de koning haar lief had, behoefde zij Elena hem niet op te geven ten gunste van de prinses van Illyrië. Als de koning haar lief had, waarom dan niet zij, Elena, en waarom dan de prinses? Om keizer Ottomar, om de politiek? Nee, dat kon zij niet, dat zou zij niet. Haar koning, die haar lief had, opgeven om de politiek, om iets dat zo vaag en onduidelijk was. Vladimir was toch ook vorst en was toch machtig, al was keizer Ottomar machtiger. Maar een vorst laat zich toch niet door een andere vorst ringeloren, en Vladimir zeer zeker niet. Zij lachte. Hij zich laten ringeloren, hem dus opgeven als hij haar lief had. Nee, nee, nooit. Sterk walmden de narcissen om haar heen en de plotseling hogere geur, aangewaaid door een plotseling vlaagje wind, riep haar tot zichzelf terug en zij schrikte voor zichzelf, voor hare eigen gedachten. O, wat dacht zij, wat dacht zij, als de koningin eens wist wat zij dacht. Zij beefde van zenuwachtigheid over haar eigen overmoed. Nee, die gedachten waren te hoog, te onbereikbaar voor haar. Zij duizelde van ze. De geur der narcissen maakte haar ziek, wond hare hersenen op. Zij zou naar huis gaan. De koningin zou haar over een uur nodig hebben met een afternoon tea en zij moest zich nog kleden. Zij stond op en wreef zich de haren uit het gezicht. Hare ogen waren rood en klein van het wenen. Zij haalde diep hare longen op in de ijle, zacht aanwaaiende lucht, als een adem van paradijs. Wat zag zij er slordig uit. Hare wangen voelden gloeiend aan. Heur haar in de war, haar wit japonnetje gevlekt met het sap der narcissen. Gauw, zij moest naar huis. Zij was ook als een dolle weggevlogen, omdat de koningin haar zo van streek had gemaakt. En wat hadden prins Edzard en de hertogin wel van haar moeten denken, als zij nu zo, als zij was, zo slordig, maar niemand tegenkwam. Zij begon de zacht glooiende grashelling op te klauteren. Het maakte haar buiten adem. Toch repte zij zich. Elena. Zij meende een stem te horen
maar het was misschien een herder die ginds tegen zijn hond sprak en zij keek niet om. Elena, Elena, haar naam. Zij zag om. Beneden liep de koning de weg op die van zee kwam. Zij verschrikte heftig. Haar hart klopte naar hare keel toe. En alsof zij niemand gezien had en niets hoorde, liep zij door, klauterde zij voort, vlugger zich reppende. Elena, hoor je me niet? Hij haalde haar in, heel vlug. Als een gevaar haalde hij haar in en hare knieën knikten. Ze kon niet meer voort. Ze bleef staan en hij riep haar toe. Waarom doe je of je me niet hoort? Sire, waarlijk, wat zeg je? Hij was haar nu genaderd en zijn brutale woordenvloed kletste hij haar in het gezicht, half ernst, half scherts. Maar zij, ze was zeer ernstig geworden en nu vroeg ze hem dringend. Ik bid u, sire, laat mij alleen, hare majesteit wil niet. Wat wil hare majesteit niet? Hare majesteit wil niet dat ik veel met u ben en dat ik u bij de naam noem en zo meer. Zo wil hare majesteit dat niet. Heeft ze je dat gezegd? Ja, en dat het beter was dat ik niet met u sprak, sire. En waarom mag ik niet met je spreken? Zij kreeg een kleur als vuur, inwendig genietende om zijn vraag, maar zij wist niet te antwoorden. Zij dorst niet zeggen dat het was om keizer Othomar en de prinses van Illyrië, om de politiek, maar zij vond zichzelf wel heel gewichtig dat het om zo'n ingrijpende reden was en zij had een lichte zweem van voornaamheid, een plechtige ernst in haar gezichtje. Zij poogde netjes hare woorden te vinden en niet te hakkelen. Om verschillende redenen, sire, en het moet genoeg zijn als hare majesteit het wil. Ik ben afhankelijk van hare majesteit en u, sire, als zoon, moet het gevoelen van hare majesteit eerbiedigen. Zo, vind je dat? Zeg eens, Elena, je bent almachtig deftig geworden. Waar haal je zo een troonrede vandaan? Maar ik stoor me er niet aan, aan die plechtstatigheid, lieve kind. Ik doe je geen kwaad met eens gekheid met je te maken. Mij niet, sire, maar uzelven. Kom, hoepel op met je wijsheid. Wat doe ik mij kwaad met... Je bent niet wijs. Zeg eens, vind je ook al dat ik je hoofd op hol maak? Zij klauterden voort, naast elkander. Maar sire, natuurlijk niet. Nou, wat dan? Denk je dat ik me stoor aan dat getop van mama? Ze wordt oud, hoor. Elena verschrikte. Majesteit. Nou, wat? Mag ik dat ook al niet zeggen? Ga je me ook al vertellen wat ik doen mag en niet? Als het hier zo vervelend wordt op jullie eiland, dan ga ik er vandoor, hoor. Ik heb het land hier aan de hele boel. Ja, zij zag het. Hij had het land aan de hele boel. De toon van zijn moeder had hem gebracht in een langdurige ontstemming. En al had hij zo even juist een eind in zee gezwommen, het had niet geholpen. Hij had nog altijd het land en nog meer nu om de preektoon van Elena, zo een kind. Hij zou haar breken als hij haar wat hard omhelsde en ze had een wijsheid. Dat zou hij haar eens afleren. Hij zou haar desnoods eens over de knie leggen en haar een pak geven. En hij stak de arm door de hare. Samen zo liepen zij op. Elena buiten adem van vermoeidheid en emotie. Begrijp je het? Hij schudde haar arm. Ik ga er vandoor, als jullie vervelend zijn. En dan laat ik je hele bal in de steek. O, sire, nee, hoe jammer zou dat zijn. Wees dan lief
en geef me een zoen. Neen, sire, neen. En heus, ik moet voort. Het is al laat en hare majesteit. Geef me een zoen, zeg ik je. Hij hield haar vast. Hij hield haar staande. Sire, sire, gauw. Zij gaf hem een zoen. Hij grinnikte en zij klommen weer voort. Je houdt toch wel een beetje van me, Elena. Zeker, sire. Heel veel? Ja, natuurlijk, sire. Willen we samen op de loop gaan, Elena? Ach, hoe kan u zo dwaas zijn? Ik meen het. Ach, wel nee. Ja, zeg ik je. Ach, natuurlijk niet wil ik met u op de loop gaan. En koket naar die verzekering, vol gewicht in haarzelve, vroeg ze. En wat dan met de prinses van Illyrië, als we het deden? Die laat ik waaien. Om mij? Om jou. Nu zou u toch heus mijn hoofd wat op hol gaan maken, als ik niet zo verstandig was. Nu, laat me het dan maar doen. Toe, sire, laat ons nu voortmaken. Zij waren in de oranjetuin. De witte terrassen van de villa staken al boven het gebladerte uit. Begrijp je me, Elena? Ik laat de boel in de steek en we trouwen samen. Ach, sire, wel nee, u maakt altijd gekheid. Het is voor de duivel geen gekheid, hoor. Of, in de steek niet. Nee, nee, dat niet. Maar ik trouw je toch. Ik doe wat ik wil. Zij antwoordde niet meer. Zij was geheel rood. Een ongekende, heftige emotie, een trots, sloeg haar het hart naar de keel op, bewolkte hare hersenen. En tegelijkertijd dacht zij eraan dat zij zo laat was. De eerste bel luidde op de villa en dat de koningin haar wachtte. Ik bid u, sire, ga nu een andere kant op. Anders ziet men ons samen. En stemmen in de tuin klonken, hoog boven ze uit de blaak van prins Edzard. Vladimir ging door een zijlaan, Elena door een andere. Zij haastte zich naar de villa. Ongemerkt bereikte zij ze, sloop over een terras tussen de jaloeziedeuren in hare eigen kamer, vlak bij het appartement van de koningin. Gelukkig, het was nog niet zo heel laat. Ze had nog 10 minuten om zich te verkleden. En haastig zenuwachtig begon ze. Zo stond ze met loshangende haren, ze borstelend met een nerveuze streek van de borstel. Ineens ging de deur open. De koningin stond op de drempel. Hare prachtige ogen bliksemden. Waarom ben je zo laat? Mevrouw, je bent met de koning samen geweest. Mevrouw, ik ontmoette de koning toevallig en zijne majesteit drong mij. Ik heb haar juist gezegd dat uwe majesteit. Je doet niet wat ik je zeg. Na het bal ga je de volgende dag naar Thracië terug. De koningin sloot de deur. Ze was verdwenen voor Elena zich verdedigen kon. Het meisje bleef een ogenblik beteuterd staan. Een ogenblik dacht zij eraan in snikken uit te barsten, maar zij deed het niet. Vol stille woeling van gedachten en tevens angst om maar niet met haar toilet klaar te zijn. Plotseling borstelde zij hare haren verder. Nu goed dan, naar Thracië, dacht zij in eene impulsie. De koning zou immers ook niet te Paxos blijven. Hoofdstuk 8. De gasten van het bal waren van alle kanten aangekomen. Velen logeerden in de koninklijke villa en hare dependances, maar de meeste bleven op hunne vaartuigen in de haven, op hunne jachten en op de voor dit bal expres gehuurde steamer van een Liparische meel. Iedere morgen brachten de rijtuigen van de koningin deze talrijke gasten naar de villa, waar zij de gehele dag doorbrachten, en zij vervulden het pastorale eiland met een vreemd brouhaha van wereldsheid.
met een geflikker van elegante equipages die de steile wegen moeilijk opreden, met een gefladder van excentrieke toiletten die de eilanders der twee, drie dorpjes grote ogen en monden deden opzetten en ze deden wijzen naar de dames als ze zaten in landauers of zich te paard en te voet waagden naar het binnenland op de wegen tussen de olijvenvalleien, bespikkeld met anemonen en narcissen. Een dolle atmosfeer van feestviering dreef door de villa. In één dag geïmproviseerd hadden de tableaux vivants plaats. Schitterende ephemère tafereel en gearrangeerd door beroemde schilders, door beroemde componisten gepreludeerd en begeleid. De verlichte gondeltocht was als een droom in de nacht op de haven. De starbezaaide zuidnacht, de immense vlakte der amethystkleurige zee, waarop de versierde gondels dreven, veelkleurig verlicht, vol kleur van kostumen, vol flirt en vol zang, en de echo dier feesten, door geïnviteerde journalisten opgevangen, vond men terug in de pers van de dag, vooral in de wereldse pers, in al de berichtjes van wereldse kroniekschrijvers. Maar het bloemenbal zou de kroon spannen als iets nog nergens gebeurds, iets onmogelijk schitterends, en Europa vergat bijna ernstige vragen van de dag, uitkijkende naar het bal van de koningin Alexandra. De koningin Alexandra had alles gedaan om haar bal te doen slagen en dacht steeds door aan andere dingen. Zij had in Vladimir na hunne korte en hevige scène een stille vijandschap gewekt, die iedere dag sterker werd en zich telkens uitte in een oneerbiedig woord, in een snauw, in een slaan met de deur. De gasten zagen het. De jonge koning had het land, en het praatje ging dat de jonge koning verliefd was op Elena en absoluut Elena wilde trouwen. Nu, men dacht wel niet dat het zo een vaart zou lopen, maar toch, eer de koning weer wijs zou geworden zijn, kon er veel gebeuren. De koning, die van feestvieren hield, was heel beminnelijk tegen alle gasten. Alleen verwaarloosde hij de gravin Kosti tot grote pret der gasten die dit opmerkten, en zij amuseerden zich met schermutselingen van blikken te zien tussen de gravin Kosti, eene Italiaanse die zich onmogelijk had gemaakt bij het Quirinaal, en Elena. De beide dames spraken nooit met elkaar, maar wierpen elkaar hoge en woedende blikken toe, met sneerende lachjes, elkanders toiletten in een oogwenk opnemende en kritiserende, en prins Edzard en de hertogin van Lucca waren opgetogen over Elena. Zij was geen schuchter meisje meer, al was zij ook in ongenade bij de koningin, al zou zij ook dadelijk na het bloemenbal naar Thracië terugkeren. Zij had iets zegevierends in haar gang gekregen. Zij droeg het hoofd met een gemakkelijke lijn van triomf. Haar glimlach was zelfbewust en, zonder zich aan te stellen, kon zij, zo de koning haar aansprak, met één blik aan al die feestvierders die op hen beiden letten, doen weten: de koning neemt notitie van mij, de koning heeft mij lief. En de koning doet wat hij wil. Wat hij wil, hoor, zonder zich te storen aan keizer Ottomar en zonder zich te storen aan de prinses van Illyrië. Zij was geheel veranderd. Zij schertste met gemak, zonder te flirten. En alleen tegen de koning dadelijk veranderde zij haar schertsstem tot een accent van tederheid, die zij beiden samen onder elkaar zouden begrijpen. Aan hare hand schitterde een prachtige steen, een ring van de koning,
En toen de hertogin van Lucca eens naïef doende vroeg van wie ze dien ring had, sprak ze met haar accent van triomf, maar quasi in geheim: dien ring? O, dien ring heb ik van zijne majesteit gekregen. Maar zeg er niets van, lieve hertogin, de koningin weet het niet. Tegenover koningin Alexandra bleef Elena eerbiedig, maar op een afstand. Zij vroeg niet om vergeving. Zij vroeg de koningin niet terug te komen op haar besluit en haar bij zich te houden, te Paxos. En de koningin, die wist dat Elena's vader, een arme generaal, minister van oorlog op dit ogenblik, geen cent bezat en blij was zijne dochter als hofdame bezorgd te weten te Paxos, meende dat er reeds eene vaste belofte gewisseld was tussen de koning en Elena, meende dat, als Briani eens bij de koning als particulier secretaris nadrukkelijk de koning dit dwaze huwelijk afried, de koning het huwelijk sluiten zou. Hij was immers nog een onbesuisde jongen, een onverstandig kind, en hij zou zo weinig bang zijn voor Liparië. Hij voelde zich te veel vorst, te veel despoot, geboren in zijn parvenu koningsbloed, om bang te zijn voor Liparië, en hij zou de prinses van Illyrië laten zitten. En hare gedachten ontwikkelden zich. Zij had haar kind lief op hare wijze na zichzelve. Hij kon heersen na hare dood, maar hij was eigenlijk te jong voor een klein, lastig rijkje als Thracië. Zij zou Liparië's gunst herwonnen hebben als haar zoon de gunst van het keizerrijk verloor. En Liparië was alles. Zo, de dag voor het bal, terwijl al hare gasten in agitatie waren om hunne kostumen, schreef zij een brief aan keizer Othomar. Zij kon brieven schrijven als zij wilde. En zij schreef dat zij zich verheugde in het bezoek van haar zoon, maar dat zij zich verontrustte over zijn grote jeugd en onbezonnenheid, en dat zij zo ingaarne ten spoedigste zijn huwelijk bepaald zag met de prinses van Illyrië, eene verstandige, jeugdige vorstin die hem ten goede zou leiden. Zij las haar brief over. Er was geen woord te veel in, maar er was veel tussen de woorden door te lezen. Er was tussendoor te lezen dat Vladimir zeer gekant was tegen het huwelijk met de prinses, en zij vermoedde dat, als de koning reeds woedend als een jonge stier in deze dagen van ostentatie met Elena een boze brief uit het imperiaal van Lipara kreeg, hij zeer zeker uit geest van dolle contradictie alles rood zou zien en de dwaasheid doen zou. Zij durfde veel om hare mensenkennis. Zij speelde een hoge kaart uit, maar dit was haar een prikkelend genot. Zij hield niet van klein spel. En de morgen van het bal, zeer vroeg, vertrok een koerier met een brief van de koningin Alexandra aan de keizer van Liparië. Einde van sectie 4. Sectie 5. Van Hoge Troeven door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 9. In de grote porfierenzaal, die als een lange hal de voor- en achterterrassen der villa verenigde, was het die avond bijna geheel donker. Toen, als signaal, een bel begon te luiden, lang door. Door de verschillende deuren kwamen stil groepen binnen.
schemerend in het duister. Ze werden naar hunne plaatsen geleid met een zacht gefluister, een fluisterende vrolijkheid. Wat er te doen was, was bijna niet te zien. In de donker was het eene vreemde voorbereiding, eene zonderlinge opening van een bal. Eene grote nieuwsgierigheid waarde echter door die stille groepen om, want men wist niet het programma van de koningin. Men liet zich door ceremoniemeesters op zijn plaats stellen. Men hield zich aan het verzoek om niet te praten en men wachtte af. Toen de groepen gesteld waren, weerklonk eene dromerige prelude als een verre nocturne. Het was de nacht die ten einde spoedde, want geesten van de nacht, als nachtvogels, zweefden door de zaal in de maar even zichtbare duisternis, en zij dansten er een vaag ballet als een grauwe dans van vleermuisgevlerkte schimmen. Dat was geheimzinnig, onverwacht, in de duistere balzaal, onder de dromerige muziek, maar de muziek werd reëler en zwol op met volle majeurtonen, en een lichte koperen fanfare scheen aan te klinken van heel ver. Aan alle zijden, zacht aan, begon het licht te stralen uit slingers van elektrische bloemen, maar het was zacht roze als een dageraad, en het was de dageraad. In het roze licht zagen de groepen elkaar, en de aanblik voor de gasten, voor elkander, was al verrassend. Als een tovertuin klaarde de balzaal op en de groepen vormden een parterre van dichte perken van nog niet te onderscheiden bloemen. Zij vormden, elk perk, een tableau vivant. Ogenlust voor een ander perk, en iedere gast was voor de ander een verrassing. Een licht hoera begon op te zwellen en kreten wilden weer klinken. Leven, leven de koningin! Maar de fanfares ineens schetterden met een macht van koper uit een naderend orkest op, en de rozen en gele draperieën die als een mist van wolken hingen aan het begin van de zaal, aan de deuren van het voorterras, werden in de lucht opgetrokken. De villa eensklaps was helgeel verlicht aan alle zijden als met gele elektrische zonnen die overal stromen glans uitwierpen. Als één grote topaas schitterde het paleis en de fanfares schetterden oorverdovend aan en de zon ging op over de tovertuin van de koningin Alexandra in een gouden kar mennende een sneeuwwit met goud getuigd vierspan. Van schimmels reed Vladimir, zegevierend staande als een wervelwind aan. Dol reed hij aan over het voorterras en alleen bij het binnenrijden van de zaal hield hij zijn paarden in, ze eensklaps dwingend tot de stap. Hij stond er met een gezicht vuurrood van vrolijkheid en plezier. Hij had grote pret in zijn rol. Een goudbrokaten wapenrok met een zon van schitterende stenen op de borst droeg hij over een vergulde maliënkolder die zijn benen en armen nauw omsloot. Een kolossale aureool van zonnestralen schoot uit om zijn kort kroeshaar, om zijn rood vrolijk gezicht met de kleine, loerende, lachende ogen. Een vlammende mantel van goud sleepte van zijn schouders. Een gouden boog en pijlenkoker hingen om hem heen. Om zijn wagen dansten de horen, rozenstrooiend. De muziek jubelde een zonnemars, een koor weerklonk. Straks wordt hij dol en overrijdt hij ons allemaal, riep prins Edzard. Een grote vrolijkheid heerste door de zaal, maar de groepen stonden nog half en half anti-blo-vivant. Vladimir reed tussen ze door. Tot grote angst
der dames die zich soms angstig en schertslachend op elkaâr drongen als hij naderde. Hij reed tot aan een troon. Daar troonde de koningin. Prachtig als goudgele chrysanthemum, met roze en witte en gele chrysanthemen om haar heen. De roos was deze avond onttroond door de chrysanthemum. De chrysanthemum was koningin der bloemen. De koning steeg af uit zijn zonnekar, knielde voor de koningin en kuste haar hand. Een luid hoera weerklonk ter ere van moeder en zoon. Zij vormden een schitterende groep. De zoon in zijn gouden mantel en stralenkrans, geknield, en de moeder prachtig jong nog, in haar goudgeel met chrysanthemen gebrocheerd satijnen sleeptoilet. De Medici's kraag van chrysanthemum bloembladeren om de volle schouders, een kroon van krullende bloembladeren op het hoofd, een bloembladerenwaaier in de hand, een gevolg van roze en witte en gele chrysanthemen, mannelijke en vrouwelijke, stuwde zich om haar rond. De koningin en Vladimir hielden nu een koer en openden daarna het eigenlijke bal. De tableaux vivants verbraken zich en de bloemen mengden zich dooreen als een immense, levende, steeds wisselende boeket. Soms verenigden zij zich weer tot groepen en alleen een wals van rozen werd gedanst, een menuet van chrysanthemen, een pavane van ladies. Sommige kostumen der heren brachten een humoristische tint aan, zoals de pioenrozen als eigendunkelijke pedellen, de guitige papavers als negers met klaprozenhoeden. En slaande een trom van een uitgebloeide papaver, de sinistere blauwe monnikskappen, allen genomen naar Walter Crane, een schitterende vrolijkheid, eene dolle uitgelatenheid, zwol op. Met de etiketten werd de hand gelicht. De koning had zijn stralenkrans en gouden mantel afgelegd, amuseerde zich woest en danste met de gravin Kosti als zonnebloem, met Elena als roze chrysanthemum, eens zelfs met prins Edzard, die zich zeer geflatteerd had, in een tulpenkostuum van Griekse snit en een Frygische tulpenmuts op. De koningin ook was uitgelaten, verrukt over haar feest, dat, zoals een ieder haar verzekerde, vooral de geïnviteerde journalisten, van een nog nergens geziene pracht en originaliteit was. Zij was, behalve koningin, te veel vrouw om niet gestreeld te zijn over dit compliment. En, lachende, als een jong meisje, naderde zij Briani, die als Iris met een stoet Irissen binnengereden was op paarden, de koppen als Irissen gemaskeerd. Het défilé, eene surprise midden in het bal, werd zeer toegejuicht. Het was van tekening, van kleur, wonderfijn en bloembevallig. Zodra de Irissen afgestegen waren, nam Alexandra Briani's arm. Een schitterend feest, sprak hij met een toon van compliment. Want nooit nam hij enige familiariteit tegenover haar aan, en zij waardeerde dit. Schitterend, echode zij na. Met glinsterende ogen en een jeugd in geheel haar wezen. Toch door haar genieten en haar gestreelde ijdelheid heen zag hij schemeren, ene geheime gedachte. Ik sprak uwe majesteit de gehele dag niet, verloren als zij was in al deze bloemen preparatieven. Ik had heus geen tijd. Ik begrijp dat. Uwe majesteit vertelde mij nog niet wie mij in hare dienst zal vervangen. Zij lachte vrolijk.
Een indiscrete vraag. Belangstelling, antwoordde hij vaag. Tot nog toe niemand. Ik neem eens rust. Ik ben op het ogenblik zonder secretaris en morgen zonder hofdame. U laat uw zoon u alles nemen. Daar ben ik gewend aan. Uw secretaris en uw... Mijn hofdame. Ja, het is te hopen van niet, antwoordde zij zonder overtuiging. Zij drukte zijn arm. Doe alles wat je kan, Briani. Alles, majesteit. Sprak je al met de koning? Vanmiddag even, toen zijne majesteit mij ontbood. Hij zeide mij het zeer in u te waarderen dat u mij aan haar afstond. Hij is zeer waarderend, murmelde zij bitter. En verder? Verder, hoe meent u? Ried je hem, zij fluisterde, ried je hem dat dwaze huwelijk af? Zij keken elkaar aan. Nee, hoe kon ik in dit allereerste onderhoud? Mevrouw, hare mooie ogen bliksemden en zij begreep dat zij hem al verloren had, dat hij eens bij de koning zijn best zou doen de gunst van de koning niet te verliezen door dwaze raadgevingen en aanhitsingen. Zij zag dat zij in Briani een hoge kaart had uitgespeeld die getroefd werd. Toch was zij overtuigd dat Briani haar begreep en de weerzijde van hare woorden vatte, dat Briani het karakter van de koning kende en wist dat hem iets afraden betekende hem tot iets brengen. Maar om haar heen zag zij haar bal schitteren en zij temde hare woede. Zij bedwong hare bitterheid en zij bleef glanzen. Een glanzende, goudgele chrysanthemum. Voor de ogen van haar bal boog de chrysanthemum zich tot de iris en waren er niets dan bloemen. Een ogenblik bleven zij zwijgen en toen vroeg hij weer: maar waarom laat u Elena naar Thracië gaan als de koning daar over een paar dagen zal terugkeren? Is dat niet onvoorzichtig? Zijn vraag sloeg zeer juist op de uiterlijkheid van hunne laatste woorden, maar zij verbleekte aan zijn arm van nu niet meer neer te drukken woede, want zij voelde dat hij haar tergde, dat hij wreed was, louter uit plezier om wreed te zijn. Hij wist immers dat zij de onvoorzichtigheid forceerde, dat zij de onvoorzichtigheid met heel haar hart wilde in Thracië, juist in Thracië, niet hier, om zichzelf voor Liparië van alle blaam te kunnen schoonwassen. Als haar zoon in Thracië een dwaasheid deed met hare hofdame, was zij er niet aansprakelijk voor, en dan zou keizer Ottomar haar weer recht laten wedervaren. Hij wist immers dat dit door hare ziel ging en hij deed een quasi-naïeve vraag uit louter wreedheid. Hij tergde haar. Waarom? Waarom? O, die ondankbaarheid, die liefdeloosheid der mensen. Diep zag zij hem in zijn pupillen. Zij begreep dat zij hem door haar eigen schuld, door eene foutieve berekening, geheel verloren had, dadelijk, en zij antwoordde heel hoog: graaf Briani, weet dat ik met mijn hofdames handel zoals mij dat goeddunkt, en laat mij u danken voor uw raadgevingen, die ik echter voortaan niet meer kan aannemen. U behoort aan mijn zoon, niet waar, en zijne majesteit zal zeker genoeg van uw dienst vergen, dan dat u ze mij nog uit louter belangeloosheid kunt aanbieden. Ik verzoek u mij te brengen naar mijn troon. Ik meen mijn bloementroon, mijn troon van hedenavond. Begrijpt u mij, accentueerde zij, verder raadgeving, verdere diensten, verder geleide dan dit laatste zijn overbodig. Hij boog en bracht haar naar haar zetel. Zij bogen beiden
en zij glimlachte en zij zette zich neer en eerbiedig met drie buigingen trok hij zich terug. Maar zij zag zijn ironische trek en zij haatte hem. Haar bloed kookte. Zij had hem kunnen laten afranselen door haar palfreniers. Hem volgende met een vaste, minachtende blik zag zij hem zich verliezen in het bloemenmensengedrang. En zij mompelde tussen hare verbleekte lippen: hij is geen man, alleen vrouwen doen zulke lafheden. Vol bitterheid bleef zij zitten, dadelijk zeer omringd, eerstens door haar eigen gevolg van chrysanthemen, die zich, zodra zij zat, groepeerden om haar heen, dan genaderd door tal van andere bloemen. Zij sprak allerliefst, geestig, vrolijk schitterend. Toen zag zij met een ronde blik naar haar gevolg. Het waren meestal zeer jonge Thracische meisjes en enkele anderen, die uit hoffelijkheid deze avond om hare koninklijke gastvrouw een gevolg vormden. Alexandra miste Elena. Alle die vreemde meisjes hadden zich, toen zij zitten ging, dadelijk om haar geschaard. En Elena, haar eigen hofdame, niet Elena walste met de koning. Toen voelde Alexandra zeer dat zij geen macht meer had. Dat zij alleen nog maar de titel had van koningin. Niemand merkte iets van de nameloze bitterheid die hare eerzuchtige ziel verdronk. Zij bleef de schitterende vorstin der chrysanthemen en toen de koning der tulpen, prins Edzard, voor haar knielde en haar ten dans vroeg, nam ze met een lachende gratie aan. Elena, die avond, voelde zich zo ongewoon, zo zwijmelend in geheel haar wezen, als was zij opgevoerd tot eene duizelingwekkende hoogte. Als ademde zij een bedwelmende, fijnere lucht. Nooit nog had men haar zo tintelend gezien. Haar kostuum flatteerde haar zeer en zij was bijna mooi. Haar vernuft scherpte zich in haar opgezweepte stemming en zij liet geen repartie onbeantwoord. Ze had een lange woordenschermutseling met de gravin Kosti, wie ze begonnen was te beschertsen, dat zonnebloemen zich soms te vergeefs wenden tot de zon, en hare woorden waren zo scherp, zo zegevierend hatelijk, duidelijk, dat de gravin ziede van drift en haar gaarne een klap om de oren had gegeven. En Elena's ingetogenheid slaakte alle banden, aangehitst door de koning, die zich op eene in het oog lopende wijze met haar bezig hield. Luid lachte zij, dol danste zij, en zij dronk hare champagne, en zij voelde zich een weinig vreemd in haar hoofd. Toen de koning haar voerde naar een der terrassen, even alleen in de avondlucht, bracht zij de hand aan haar hoofdje en zij lachte. Ik wind me heus te veel op, Vladimir. Hier is het heerlijk. Ja, heerlijk. Het is zo benauwd, daar in die geparfumeerde lucht. Maar Elena, waarom zeg je dat je je te veel opwindt? Je bent allerliefst zoals je bent. Ben ik? Jij maakt me zo. Elena. Hij pakte haar in zijn armen. O, nee, nee, pas op. Kom mee, een beetje wandelen. Ze zouden ons missen. Nee, nee. Elena, ga je heus naar Thracië morgen? Ja, morgen. Ik kom over 3 dagen ook in de hoofdstad terug. Over 3 dagen? Hoe lang? Nee, nee, dat vliegt om. En dan, Elena, niet waar, dan word je mijn vrouw. Je weet, koningin kan je niet te worden om de wetten. Maar mijn vrouw, ja, ja, hou je van mij, Elena? O, in de donker wierp zij zich aan zijn hals en omhelsde hem woest. Ja, ja, ik hou van je, ik aanbid je.
zeg, Elena, van avond, willen we dan weggaan met mijn jacht? Ons huwelijk zal toch wel geklets geven. Dus of ik je schaak? Nee, nee, dat niet. Niet? Ja, wel, zeg ik je. Begrijp je? Ik zeg van ja. Ik kan niet langer wachten. Als ik in Thracië terug ben, zeuren misschien de ministers, als ze wat gehoord hebben, of er gebeurt iets dat we niet voorzien hebben, en dan komt er niets van. Begrijp je dus, we moeten vanavond weg. Ik zal niet durven, Vladimir. Het moet, het kan niet anders. Elena, het moet. Ik zal je naar het bal wachten, in de koepel, in de Oranjetuin. Je weet wel, de grote koepel. Het moet, begrijp je. O, Vladimir, ik zal zo bang zijn. Maar als het moet. Ja, het moet. Dan zal ik komen. O, wat doen we? Wat doen we? Ben je bang? Ja. Er is geen reden voor. Ik ben de koning. Ik kan alles. En de keizer van Liparië? Denk je dat die iets over me te zeggen heeft? Ik draai hem om mijn vinger als ik wil. Is dat zo? Natuurlijk. Nee, nee, dat is niet zo. Jawel, zeg ik je. Laat ons nu naar binnen gaan. Ik beef van angst, Vladimir. Iedereen kan hier komen. Spreek ook niet zo hard. Dus vanavond, na het bal, in de koepel. Wanneer zal het zijn? Om 5 uur misschien? Dan is het dag. Ik durf dan niet door de tuin. Je moet, Elena. Hij vloekte. Je moet, je moet. Hij stampvoette. Hij was woedend om hare weifeling. Wees stil, Vladimir. Ik zal het doen. Pas op als je niet komt. Ik zal komen. Zij drong hem nu weer in de balzaal te gaan. In het volle gedrang, voor het souper begon, had men hunne afwezigheid niet opgemerkt. De koning zou met Elena souperen, prins Edzard met de koningin Alexandra. Wat stellen ze zich met elkaar aan, kritiseerde de prins, die zich vanavond onberispelijk vond in zijn tulpenkostuum. De koningin volgde ze beide met een doordringende blik. Laat ze, mompelde ze minachtend, het zijn kinderen. Hoofdstuk 10. Het was in de roze dageraad na het bal en de gehele villa sluimerde als moe van een orgie. De uitgebluste illuminatie met hare geraamte van stellages en gedoofde zonnen maakte een indruk van feest na weemoed. De terrassen lagen vol vertrapte bloemen en vernielde overblijfselen van cotillonversieringen. En over het voorterras tot in de tuin lag vreemd een schuin houten plankier, waarover Vladimir in zijn zonnekar de balzaal was binnengereden. Om de villa, die in hare ordeloosheid als moe scheen van het feest, breidde de langzaam afglooiende tuin zich in stille, bloesemende plantenpracht uit, ongerept. In de verte eeuwig kalm lag de zee. De jaloeziedeuren van Helena's kamer kraakten zacht open en het jonge meisje trad op het terras. Zij was in een eenvoudig grijs toilet en zeer zenuwachtig. Bleek, poogde zij kalm het terras om te lopen met een omweg om niet langs de deuren te gaan van het appartement der koningin. Langzaam liep ze door, quasi onverschillig, en zij had bedacht, mocht zij iemand tegenkomen, te zeggen dat zij niet slapen kon en behoefte had aan frisse lucht. Dat zou nogal natuurlijk klinken, maar haar hart klopte, haar benen trilden. Zij moest de gehele villa omlopen en zij struikelde bijna toen zij ging over het houten plankier van het voorterras. De villa bleef stil. Zij ontmoette niemand.
Toen hoorde zij eensklaps stemmen achter het geboomte van den tuin. Zij verschrikte eerst hevig, maar de klank der woorden stelde haar gerust. Het waren tuinlui, bezig in de vroege morgen. Toch nam zij de kronkelende omweg van een oranjelaan om hunne ontmoeting te vermijden. Langzamerhand begon zij vlugger te lopen, zo goed als zeker nu niemand tegen te komen der gasten. Haar quasi onverschillige pas versnelde zich tot die van een vlucht, een zenuwachtige vlucht met hare fijne laarsjes over het grind der dalende en klimmende lanen. De villa was in het groen weggezonken. Haar hart klopte haar tot benauwens toe. Over een uur, een half uur misschien, zou ze met de koning op zee zijn, terug naar Thracië. Zij bedacht hoe zij zich zou houden, niet meer zo opgewonden en aanstellerig als op het bal. Dat was goed voor eens, waardiger en eenvoudig, met een eenvoudige voorname blik. Zo paste het aan de aanstaande vrouw van de koning, de vrouw van een koning. Het was een sprookje, ook al werd zij zelf geen koningin. Het was een droom. Wat zou haar vader er wel van zeggen? En zij poogde zich alreeds te voegen in die eenvoudige, voorname houding die haar goed dacht. Zij liep een ogenblik kalmer om op adem te komen. Ginds op de top van een brede heuvel stond de koepel. Het was een klein lusthuisje, zeshoekig met fijne trellenwerk, waarom een roze klimop klom met grote trossen van roze bloesems. Daar zou de koning haar wachten. Zij zag naar boven, naar de koepel, menende hem te zullen zien, maar zij zag nog niemand. En langzaam liep zij voort, vermoedende dat het te vroeg was, glimlachende om haar haast. Zij bereikte de koepel die hoog uitzag over de zee. Ginds, in waarheid, niet heel ver en ogenschijnlijk op grote afstand, door het optische bedrog der valleien van de tuin, lag de villa. Schuchter klopte Elena aan de gesloten deur van de koepel. Er kwam geen antwoord. Toen draaide zij de deur open. Vladimir was er nog niet. Het was toch reeds over het uur. Vermoeid van het bal, van haar wandeling, liet zij zich vallen op de lage roze zijde divan, die de gehele koepel van binnen omgaf. Het was een ideaal verblijfje, spiegels beschilderd met bloemen en putti, tussen lijsten van wit en goudlak, roze zijde gordijnen voor de hoge vensters en om de gesloten jaloezieën schemerde het binnen, zacht roze kleurig in het zachte licht van de opdoemende morgen. Elena sloot de ogen, het bal dwarrelde voor haar geest, haar slapeloze nacht deed haar hoofd tintelen, als waren hare hersenen kristal. Alles was koortsig licht in haar van kleur en van gewicht. Zij voelde iets onaangenaam zwevens door alle hare leden. Trots zichzelf wachtende, sluimerde zij zittende in. Zij was geheel in reistoilet, een grote hoed met valen op, gehandschoend, zo, wachtende, zich correct houdende, om de redeur van haar reistoilet niet te verliezen, sluimerde zij in met een lichte slaap, een slaap die zich als bewust was. In haar sluimer vergat zij niet dat zij de koning wachtte. Over een uur zou zij met hem op zee zijn. Plotseling schrikte zij wakker. Stappen knarsten over het fijne grind. Voor zij zich herstellen kon, trad Vladimir binnen. Een voldane verrassing, toen hij haar zag, glom over zijn gezicht. O, Vladimir, riep zij uit, gelukkig dat je daar bent. Ik ben zo nerveus. Hij gaf haar een zoen. Waarom? Vroeg hij.
Ik was zoo bang dat de koningin iets merken zou. Wel, nee. Heb ik je lang laten wachten? Niet zo heel lang. Ik heb een bad genomen in zee. Ik had behoefte wat te zwemmen. Het heeft toch niet zo heel lang geduurd? Wel? Nee. Maar Vladimir, wanneer gaan wij nu weg? Ja, dat is de kwestie. De kapitein van mijn jacht heeft me laten zeggen dat de boel niet in orde was. Er is een mankement aan de machine. Dus, hoe dan? Ja, vanmorgen kunnen we niet gaan, kindje. Vanmorgen niet, Vladimir? Nee, beste meid. Hoe wil je met een kapotte boot naar Thracië? Maar wanneer dan? Nou, we zullen nog wel eens zien. Ik zou vandaag anders naar Thracië teruggaan, dat weet je. Een desillusie klom in haar op, lichtjes aan. Zij dacht wel dat hij er niets aan doen kon, dat de machine kapot was, maar het was toch voor haar een grote teleurstelling. Nu zeide hij als met een ingeving. Ga dan terug naar Thracië, net zoals mama het wil, en hou je dan kalm bij je vader, en over een paar dagen kom ik ook, en dan trouwen we. Het is misschien zo toch beter dan weg te lopen, vind je ook niet? Misschien wel, maar ik had er zo op gerekend. Ik zal nu maar liever naar de villa teruggaan, Vladimir. Waarom zou je? We zijn hier nu gezellig. De koningin zal me missen. Wel, nee, mama slaapt. Iedereen slaapt. Ze zullen de hele morgen slapen. O, Vladimir, wat toch? Ik zou maar liever teruggaan. Hij nam haar geheel in zijn armen en drukte haar tegen zich aan. Waarom zou je dat nu doen? Vroeg hij tussen zijn zoenen in. Zij had hem te lief. Zij voelde zich te zwak in zijn armen. Zij legde haar hoofd aan zijn borst, maar met vochtige ogen om hare desillusie dat zij niet gingen op reis. Hij morrelde aan hare voile. Die vervelende hoed, schertste hij. Zij bleven samen in elkanders armen. Als uit gekheid had hij de koepel van binnen gesloten. Het was er binnen donkerroze schemerig tussen de spiegels, waarop de putti dansten en klommen tussen bloemfestoenen. Buiten over de opalen zee steeg de zon in de blozende morgen. Einde van sectie 5. Sectie 6. Van Hoge Troeven door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 11. Men was die dag zeer laat op de villa, en zelfs het lunch werd niet tezamen gebruikt om de matheid der gasten na hun feestroes, en hunne vrijheid werd hun vooral geheel gelaten, omdat de koningin niet in een stemming was zich te vertonen. Ze bleef in haar appartement, in hare gedachten verloren, en zij zag niemand. In haar, als eene obsessie, die grijnsde, stond de valsheid van Briani steeds voor de ogen van haar ziel. Om 4 uur belde zij een lakei. Breng mij thee en zeg de intendant dat ik hem spreken wil. Zij lag in haar antieke kanten lang uit, de ogen half geloken op haar divan. Zo had zij reeds de gehele dag gelegen toen de lakei haar de thee gebracht had, richtte zij zich wat op en schonk zich in. De intendant verscheen. Hoe laat vertrekt de stoomboot naar Thracië?
Om 8 uur, uwe majesteit. Heeft de freule Elena orders gegeven omtrent haar vertrek? Ja, uwe majesteit. Ook nog sommige van de logees. Ik heb deze lijst. Hij reikte haar een lijst over. Het is goed. Ja, juist. Die zouden vertrekken. Allen naar Thracië. Nu uwe majesteit mij toch tot zich geroepen heeft, zou ik haar gaarne over iets willen spreken. Waarover? Zijne koninklijke hoogheid prins Edzard van Karlskrona heeft mij een paar malen geklaagd over zijn appartement. Zijne hoogheid vindt de kamers te klein en te warm. Hij vroeg mij, uwe majesteit, hier niet mede lastig te vallen. Maar nu dat er vele gasten vertrekken, zou men zijne hoogheid misschien kunnen verhuizen. Zij dacht even na. De kamers van de prins zijn niet bijzonder. Vraag aan zijne hoogheid uit mijn naam of zij de kamer van de freule Elena wil hebben. Zijne hoogheid heeft dan maar 1 kamer, maar die is heel ruim. De intendant boog zonder een spier te vertrekken. Ik zal zijne hoogheid dadelijk het voorstel van uwe majesteit overbrengen, sprak hij, deftig als een hofdignitaris. Hij was de enige dignitaris van de koningin en hij vertrok met waardigheid. De koningin bleef alleen in een bittere stemming. Alles verveelde haar. Zij gevoelde behoefte aan hulde, verering, vergoding en er was niemand. Prins Edzard was nogal aardig tegen haar, maar dat was niet genoeg. Zij moest een doel hebben voor haar eerzucht. Zij gevoelde een kracht in zich te heersen en zij heerste alleen over haar villa en haar bloemenbal. Uit verveling, uit spleen, wrong zij zich zuchtende over de divan. Toen, in een impulsie, belde zij Elena. Het meisje kwam spoedig binnen. Bij de deur bleef zij staan. Hare houding was eerbiedig, maar opgericht. Elena begon de koningin. Vanavond vertrek je om 8 uur. Jaren ben je bij me geweest. Ik had je lief gekregen als een dochter. Zij zweeg even. Elena wachtte af. Als een dochter, herhaalde Alexandra weemoedig. Als kind heb je met de koning gespeeld. Dat je een genegenheid voor hem koesterde, was misschien fataal. Maar het behoefde niet dat je je vergat, dat je met de koning sprak op eene onbetamelijke wijze, dat je met een verfijnde coquetterie opdrong aan het gezelschap van de koning. Toch, als je enig berouw getoond had, had ik van mijn zijde genoeg liefde voor je over om je te vergeven, om je hier te houden bij mij. Maar nu, na gisteren avond, na het bal, waarop je je op een onbeschaamde wijze met zijne majesteit geafficheerd hebt, is dat onmogelijk. Ik heb je geroepen om afscheid van je te nemen, voor altijd, Elena. Zij zag het jonge meisje aan en verwonderde zich dat Elena, om hare stem, haar grote macht van muzikale tover, niet geroerd werd. Vroeger zou Elena om zulke woorden, gezegd met zulk een stem, in snikken zijn uitgebarsten. Nu bleef zij onbewegelijk staan, met een rustig gezicht. Maar een triomf lichtte klaarblijkelijk over die rust. Alexandra merkte die triomf op. Mevrouw, antwoordde Elena kalm, ik zal nooit vergeten wat ik aan uwe majesteit verschuldigd ben. Ik zal altijd dankbaar blijven om de gunsten die uwe majesteit mij verleend heeft. Dat zijn woorden, Elena. Maar ik geloof ook dat het beter is dat ik uwe majesteit verlaat. De koningin zag op. Haar blik was heel weemoedig. Ga dan, mij verlaat alles. Mijn land verlaat mij en alles, iedereen.
Elena begreep zelve niet dat ze niet in snikken uitbarstte om de diepe weemoedige smart van haar meesteres. Zij verwonderde zich dat zij kalm bleef, rustig, triomferend. Ga dan, herhaalde de koningin. Elena neeg en trok zich terug. Zodra zij weg was, richtte de koningin zich met een dolle energie uit hare matte houding op. O, de triomf van dat kind! Het kon niet anders. Zo kon ze zich niet vergissen. Er waren huwelijkse beloften gewisseld tussen haar zoon en Elena. Het kon niet anders. De koning zou de dwaasheid doen. De koning zou zich onmogelijk maken in de ogen van Liparië. Liparië zou de koning als een onverstandige jongen zijn troon doen ruimen. Thracië zou voor haar open zijn. Het kon niet anders. Het zou zo zijn. Zij herademde. Zij hoopte weer. De toekomst glansde voor haar op. En de koning moest zo spoedig terug naar Thracië. In Thracië zou het gebeuren. Zij zou Vladimir zeggen dat zij ziek was. Ziek van de ondankbaarheid der mensen, dat zij alleen wilde zijn, geheel alleen, in de eenzaamheid van Paxos, zonder logees, zonder feesten, zonder haar zoon. Zij zou hem zeggen dat hij zo spoedig mogelijk terug moest naar zijn land. De dag sleepte zich voort. De koningin verscheen alleen aan het diner en nam toen allerbeminnelijkst afscheid van hare gasten, die zouden vertrekken, tegelijkertijd met Elena. Haar afscheid van Elena was heel koel. De avond was stil. De nog overige logees verspreidden zich, voeren op zee, toerden in het binnenland. In de stille avond, de villa weinig verlicht, deelde de koningin het haar zoon mee. Dat zij moe was, ziek van de ondankbaarheid der mensen, dat hij weg moest, hij en Briani, maar dat zij hem in godsnaam toch smeekte niet verder te gaan, in welke plannen ook, die hij met Elena voor zou hebben. De raad van een moeder, een onwil verstarde zijne trekken. Ik dank u voor uw raad, mama, maar ik heb niets voor. En al had ik wat, dan weet u dat ik toch doe wat ik wil. Ja, ja, zij wist het. Het was zo smartelijk voor een moeder. En ik kan me begrijpen dat u rust nodig heeft na al die drukte. We zullen overmorgen weggaan. Hoofdstuk 12. Zij kon niets meer doen. Zij moest afwachten. En de dag van het vertrek, in zichzelf reeds jubelend om haar glanzende hoop, werd zij nog tot verrukking toe verblijd door de terugkomst van de koerier uit Liparië. De koerier bracht haar het antwoord van keizer Ottomar mede. Het was in zeer waarderende, bijna vriendschappelijke termen gesteld. Nu, in de stilte van haar boudoir, met het stille gejuich in hare ziel, bleef zij, lezende en overlezende, het keizerlijke epistel. In zijn kamer zat Vladimir. Ook hem had de koerier een brief gebracht van de keizer, en ook Vladimir las en las telkens over. In de minzaamste termen behelsde de brief eene uitnodiging van keizer Ottomar van Liparië aan koning Vladimir van Thracië om te Lipara te komen en zolang het de koning behaagde des keizers gast te zijn in het imperiaal, waar ook de vorst van Illyrië en zijne dochter verwacht werden. Lang las de jonge koning in tweestrijd toe te geven aan zijne dwaasheid om Elena te trouwen, expres omdat zijn moeder er zo tegen was, en gehoor te geven aan de uitnodiging van de keizer. De uitnodiging was heel minzaam, maar heel dringend ook.
Wladimir was niet zoo jong of hij begreep dat, en eensklaps, met een energie van zijn gedachte tegen haar eigen onbesuisdheid in, met een plotselinge omwenteling in zijn denken, besloot hij heel kort en praktisch zoals hij was. Hij besloot, maar hij meende voor de vorm de raad van Briani te moeten vragen. Het zou goed zijn voor later, als die intrigant in de mening was enige invloed op hem te kunnen uitoefenen. Hij ontbood Briani, las hem de uitnodiging voor en hij vroeg Briani's raad. Uwe majesteit kan zeker niet anders doen dan aan dit hoffelijk verzoek van de keizer van Liparië gehoor te geven, sprak de secretaris met zijn matte stem. De koning zag hem weifelend aan. Zou je dat menen, Briani? Vroeg hij en kneep zijn kleine ogen half dicht. Nou, we zullen dan eens zien, als dat jouw opinie is. Toen met zijn brief ging hij naar het appartement van zijn moeder. Hij vond haar glanzend van jeugd, van schoonheid. Ik heb een brief van keizer Ottomar, sprak zij. Zodra zij hem zag en haar stem jubelde. Ik ook, mama, antwoordde hij droog. Zij verschrikte. In hare brief was geen toespeling op de zijne. Wat schrijft de keizer? Vroeg zij haastig. Hij reikte haar het epistel over. Zij werd bleek. Maar je zou naar Thracië teruggaan, niet waar? Ja, en wat raadt u mij? Zijn ogen knepen zich bijna geheel dicht. Zij sidderde als in koorts. Zij had een zwak spel op dit ogenblik. Ik geloof dat je de invitatie op het ogenblik niet kunt aannemen, Wladimir, sprak zij zacht overtuigend. Je bent al zo lang van Thracië weg. Er zijn dringende zaken die wachten. De ministers wachten ook, voltooide hij droog, goedmoedig. Ik denk dat ik zal gaan, mama. Ik geloof dat het onverstandig is keizer Ottomar boos te maken. Hare benen trilden onder haar en zij zonk neer op de divan, zuchtende. Hij, op het punt te gaan, keerde zich om. Apropos, mama, ik zou u heel gaarne nog iets vragen. Zou u mij een dienst willen doen? Zij haatte hem op dit ogenblik. Wat dan? Vroeg zij. Hij ging zitten. Hij nam haar hand en streelde haar mooie onderarm. Hij lachte en haalde de schouders op over zichzelf. Ik ben wel dwaas geweest, mama. Ik heb nogal met Elena gesproken toen zij hier was. Ze heeft zich dingen in haar hoofd gehaald. Zo'n hoofdje is zo gauw in de war. Enfin, ze rekent erop dat ik in Thracië kom. Zij denkt dat... Nou ja, ze denkt dat ik haar trouwen zal. Het was dus waar. Nou, wou ik u vragen, wil u zo goed zijn haar eens te schrijven, dat het natuurlijk niet kan, dat het een dwaasheid zou zijn. Zeg maar dat keizer Ottomar het niet hebben wil. Het is voor mij zo lastig zo een brief te schrijven. U zal dus dat zaakje wel in orde maken, niet waar? Zij viel bijna in zwijm. Het duizelde haar hevig. Zijn woorden goten een kilkoud bad over haar uit. Je bent een slechte jongen, stamelde zij. Maar ik zal haar schrijven. Ik ben zo slecht niet, antwoordde hij goedmoedig. Ik vind Elena wel een lieve meid. Ik heb er wel over gedacht. Maar het zou toch te dol zijn, niet waar? Hij liet haar alleen. Hij zag dat zij niet wel was en alleen wilde zijn. Begrijpen deed hij haar niet. Hij had haar spel niet doorzien. Alleen een onwillekeurige plotselinge omwenteling in zijn denken had hem behoed onbesuisd te handelen. Zij begreep het. Die plotselinge omwenteling had zij niet voorzien. Zij had haar spel berekend, heel fijn, maar de werkelijkheid
met een zwaaitje van gedachte, troefde haar. Zij verloor. Half in onmacht was zij neergezonken. Hare koortsige vingers verkreukelden de brief van de keizer van Liparië. Hare nagels scheurden in de zijde van haar kussens. Al hare hoop knakte ineen. Er was niets meer. Het leven is tegen mij, mompelde zij. Al een lange tijd is het leven tegen mij, maar ik geef het niet op. Misschien een volgende keer. Toen knakte zij ineen en achter hare handen deed zij wat zij nooit deed. Zij weende bitter. Hoofdstuk 13. Er waren 2 weken verlopen. De jonge koning was naar Liparië gegaan en sedert een paar dagen was zijne verloving met de prinses van Illyrië aan de hoven van Europa bekendgemaakt. De gasten der koningin Alexandra waren allen vertrokken, prins Edzard ook. Hij had eerst langer willen blijven, maar de lege, grote villa, die hij kort tevoren als een rendezvous van feest gekend had, maakte hem melancholiek en de koningin liet hem gaan, zoals allen van haar weggingen. Alexandra had aan Elena de brief geschreven waarom Vladimir haar verzocht had. In hare hoge, weemoedige, zacht verwijtende toon had zij Elena meegedeeld dat de koning in een ogenblik van jeugdige onderdachtheid beloften gedaan had die om het belang van zijn land niet vervuld konden worden. De verwijtingen aan Elena waren in een milde toon en daarna veranderde het epistel van topic en vroeg het of Elena geen berouw voelde en deelde het mee dat de koningin Elena genoeg lief had om haar te vergeven en dat Elena in genade weder zou worden ontvangen zo ze terug wilde keren. Want de verbannen vorstin miste in hare algemene verlatenheid hare hofdame en zij wist niemand die Elena vervangen kon. Elena had eerst niet gewild, verpletterd onder hare desillusie, de hoofdstad geïllumineerd en vlaggende om de verloving van de koning had zij hare eerste levenssmart geleden en zij had niet teruggewild. Zij had willen blijven treuren in Thracië, maar haar vader, die niet geweten had wat met haar te beginnen, had haar gedwongen de vergeving van de koningin aan te nemen en terug te gaan. En zij was teruggegaan, te Paxos, ouder geworden, nadenkender, van meisje tot vrouw, had haar met grote weemoed getroffen, de villa, blank en ruim en verlaten, waar de koningin geen feest meer vierde. En zij zag nu eerst hoe het geweest was, hoe de koningin al die mensen tot zich kon lokken als schitterende parasieten van genot. Die bleven zolang zij genoten, maar die gingen als het genot gedaan was. De koningin die haar beeld schoon statig, maar eenzaam tegemoet kwam over het verlaten terras, met alleen de onbewegelijkheid der beeldgroepen, roerde haar zeer. En zij viel aan hare voeten neer en weende. En de koningin troostte haar in hare armen. Het was een aandoenlijk ogenblik, maar Elena kon het niet helpen. Zij was ouder geworden, zij dacht na. En zij dacht over de koningin. En hare intuïtie miste alle oprechtheid aan hare meesteres. Zij zag dat die bevallige omhelzingen komedie waren en geen troost. De dagen gingen stil voorbij, soms met nauwelijks enige woorden gewisseld tussen de beide vrouwen. Elena werd somberder en bitterder. Op een morgen, vroeg, werktuigelijk, daalde zij de paden van de tuin af naar de grasvlakte vol narcissen naar zee. Zij was uitgegaan zonder enig voornemen,
maar toen zij de opale kalmte van de zee zag, kreeg zij een heimwee zich te laten glijden in de weeke meegeving van het aanlokkende element, dat breed, rustig, als een eindeloze droom waarin zij zich verliezen zou, daaruit lag. Zij daalde al lager en lager. Zij kwam aan zee. Hier was de plek waar de koning baadde, waar de koning ver in zee zwom. Daar, waar zijne leden zich hadden uitgevleid, zou zij zich uitvleien. Uit de zee steeg de zon. In de zee daalde de zon. Ook zij zou er dalen. Het voornemen was vast bij haar. Zij trad tot aan de oever toe. Toen het water even schuimde aan hare voeten, wist zij niet meer. Zou zij verder gaan, de zee inlopen? Zij wist niet of zij durfde. Zij deed nog één pas. Hare schoenen werden nat. Toen gevoelde zij het, dat zij niet dorst. Zij trok zich terug. Zij dorst niet. Zij zag dat zij er te laf toe was. Zij zou blijven leven, maar zij was niet meer het simpele meisje, ene kleine in het grote leven. Langzaam klom zij de helling der grasvalleien op. Zij zou teruggaan naar de villa, maar zij wist nu dat het leven moeilijk was en dat men schrap moest staan om niet onder te gaan. Zij zou leren schrap te staan. De koningin was een goede leermeesteres. Of nee, nee, de koningin had geen macht nu. Zij was niet meer dan een naam, dan een titel. Elena voelde het. Zij kon niet blijven bij de koningin, want zij zou in het spel van het leven goed willen leren spelen. Zij zou willen winnen. Zij wilde troeven krijgen en zij moest trouwen. Een goed huwelijk doen. Dat zou zij hier niet te Paxos. Een droom van eerzucht werd zich in haar bewust. De koning zou trouwen. Het hof van Thrazië zou schitteren van de nieuwe luister der jonge koningin. En daar wilde zij, Elena, bij zijn. Ze wilde hofdame zijn. Daar, dat was de koning haar wel verschuldigd, haar hofdame te kiezen bij zijne jonge vrouw. Zo zou het moeten worden. Hier bij de koningin Alexandra had zij in het geheel geen toekomst. Zij voelde een egoïsme in zich wakker worden, in haar, het simpele jonge meisje, maar was het hare schuld? Nee, het was de schuld van het cynische, koele leven, het harteloze, liefdeloze leven. Het was hare schuld niet, en met sentimenteel zijn en zich verbeelden dat de zon in de zee daalde, kwam men niet verder. Zij lachte bitter om zichzelf. Wel nu, zij zou niet sentimenteel meer zijn. Zij zou zich niet meer verbeelden dat koningen haar zouden trouwen. Zij zou cynisch zijn en liefdeloos. Zij had de villa bereikt. De koningin sliep nog en Elena zette zich neer om een lange brief te schrijven aan haar vader, dat zij niet blijven wilde te Paxos om haar leven te laten verwelken in de ballingschap van de koningin Alexandra, dat zij andere ideeën had die zij met energie nu poogde tot werkelijkheid te brengen, dat zij geen kind meer was en dat het leven haar geleerd had het spel van het leven mee te spelen met de anderen. Einde van sectie 6. Einde van Hoge Troeven door Louis Couperus. Voorgelezen voor LibriVox door Marcel Koenders.